Freedom to me means self-determination. It's the ability to choose. And I think that that's what we all should have a right to, and that's what we're all fighting for. Public debate is vital in a democratic society because if the public doesn't take part, then the politicians take over and decide everything for themselves. And a place like the Bali is important because that's where the public gets to say what they think and shape their opinions and listen to debate. It's incredibly important that people continue to speak out in this way. Acknowledge the limitations and taking responsibility for questioning the limitations. With knowledge comes a certain beauty. We are then in a position to take action on that. Particularly in this very noisy, fast culture, what documentary does, I think, is to take time to make meaning. Documentaire films en kunst in het algemeen is soms een plek waar de mening en waar de positie belangeloos is. Je mag er gewoon zijn, je mag leren. En de Bali is zo'n plek. Goedemiddag. Goedenavond, hartelijk welkom allemaal. Mijn naam is Juri Albrecht, ik ben directeur van de Bali en ik ga proberen om deze avond in goede banen te leiden. Fijn dat u er bent. Het is wederom een avond van het feest der democratie. Er zijn twee mannen in dit geval die leiding geven aan, volgens de peiling, tenminste de twee grote kanshebbers voor het winnen van de verkiezingen hier in Amsterdam. Rutger Groot-Wassink van GroenLinks en Reinier van Danzig van D66. Dit staat aangekondigd als een 1-op-1 debat, maar ik denk dat u zult gaan merken dat het meer een 1-op-1 gesprek gaat worden. Want we hebben de tijd en de ruimte genomen om met de twee grote kanshebbers voor deze stad te bespreken waar de overeenkomsten en de verschillen liggen in hun opvatting over de stad en in hun partijprogramma's en ideeën voor de stad. En ik zeg met nadruk overeenkomsten en verschillen, want er is natuurlijk iets te kiezen. Maar aan de andere kant, zoals het normaal is in een democratie en tussen mensen met redelijke opvattingen, zijn er natuurlijk ontzettend veel overeenkomsten. En het is beide denk ik interessant om dat te zien en te horen. Dus daar zullen we ze over bevragen en daar zullen ze met elkaar over in gesprek gaan. We hebben dat een beetje verdeeld in thema's. Hè. De economie van de stad, de groei van de stad, de vraag van wie is de stad, de kansengelijkheid. Ja, daar zit natuurlijk overlap in deze woorden alleen al. Dus we zullen kijken hoe ver we daarin komen en we zullen ook trachten om de zaal aan het woord te laten, om u aan het woord te laten. En we zullen in ieder geval uiterlijk om 10 uur daar weer mee ophouden, zodat we ook in de derde helft nog met elkaar misschien wat 1-op-1 kunnen praten. Maar het is natuurlijk spannend, hè? Verkiezingen op de 21ste. Er zijn ontzettend veel partijen, dus ik ben ook nog wel benieuwd om te horen hoe de beide heren over coalities denken. Daar wordt natuurlijk ook veel over gespeculeerd. Vind ik toch ook buitengewoon interessant, want daar hangt ook het stemgedrag van de kiezers natuurlijk weer enigszins vanaf. En wat mij betreft is dan altijd het verhaal van ja, dat zien we dan daarna, want de kiezer heeft gesproken. Ja, maar de kiezer wil van voren ook wel een beetje weten wat hij kan verwachten natuurlijk. Ik wil ze in ieder geval beide hier graag aan de spreekgestoelte vragen. Geef dus een heel warm applaus. Ze hebben nog, wat is het, ik geloof 14 en 19 debatten te gaan. Ik vind het ongelooflijk uithoudingsvermogen van deze twee dat ze dat al tijden doen en ook nog wat ze aan marathon voor zich hebben. Geef dus een heel warm en hartelijk applaus. Reinier van Danzig en Rutger Groot-Wassink. Vandaag stond er in het NRC een tweegesprek tussen jullie twee. Bas Blokker, redacteur van het NRC Handelsblad, en Tim Wagenmakers, redacteur van de Bali, hebben dat afgenomen. En dat stond er vandaag in. Dat was op zich een mooie zeg maar opwarming voor dit gesprek misschien. Met veel belangstelling gelezen. Ik begin eens even met een paar dingen te vragen. Dan gaan we naar de grotere thema's. Maar even apart een paar dingen, Rutger. Jij zegt, ik ben geen socialist, zeg je tegen Reinier. En dat weet je best. zeg je in dit interview. Is moeilijk ontdekken soms. En dat, nou, dat is opvallend. Wat ben je wel? Zeg maar, als je het soort, je hebt stromingen in de politiek. Dus hoe zou je jezelf dan omschrijven? Ja, dat is moeilijk. Ik ben natuurlijk evident een links-progressief politicus. Hè? Als je naar GroenLinks kijkt, dan ja, wij zijn gewoon een linkse partij die wel degelijk een ideologische basis heeft. En ik denk dat wij bijvoorbeeld wat meer teruggrijpen op het gedachtegoed uit de jaren
70, eind jaren 60, hè? De studentenbeweging. Ik denk dat daar veel in zit waar ik me ook wel verwant mee voel als het gaat over Herbert Marcuse of andere denkers uit de Frankfurter Schule. Dat is wel iets waar ik me bij thuis voel. Mm-hmm. Maar kijk, hè, ik snap dat wel. Hè. We hebben natuurlijk dat linkspact, hè, die samenwerking met PvdA en de SP. En er wordt D66 een beetje zenuwachtig van. Dus we gaan dan, net als dat Rutte in verkiezingstijd de SP altijd de socialistische partij noemt. Hè, om mensen angst aan te wekken. Heeft Reinier het nu structureel over het socialistisch pact? Ik denk dat socialistisch en PvdA al wel vrij ingewikkeld is, maar dat terzijde. Dat begrijp ik. Hè. En hier gaan we al over het pact en over, daar komen we zeker nog weer eens even op terug zo direct. Maar even om jezelf te omschrijven als politicus, hè, en waar je uit put. En je zegt Frankfurter Schule en Marcuse, dat zou ik dan toch alweer... je zegt, ja, de beweging eind jaren 70, begin jaren 80, krakersbeweging? Nee, ik ben nooit een kraker geweest, maar het heeft misschien meer met mijn levensgeschiedenis te maken. Ik kom uit de Achterhoek en ben pas laat naar Amsterdam. Nee, wat is een kraken? Laten we niet vergeten dat de balie gekraakt is en bestaat dankzij de krakersbeweging. Ik heb grote sympathie en waardering voor de vele mooie dingen die de kraakbeweging voor deze stad gedaan heeft. Want dan heb je het niet alleen over de balie, Paradiso. Het is ongeveer de hele Nieuwmarktbuurt. Ja. En dat is misschien nou wel een van die dingen waarin ik in ieder geval... En dat onderscheidt ons, denk ik. Ik zie in die Ravelrand echt een hele nuttige functie voor een stad. Omdat ik denk dat een Ravelrand als ADM, de kraakbeweging, Slangenpand... voor een dynamiek zorgt. En ik denk dat je voor een levendige stad altijd een tegencultuur nodig hebt. Dus ik bewonder tegencultuur, maar ik ben er in die zin nooit onderdeel van geweest. Nee. Ik heb nooit een pand gekraakt. Nee. Dat vind ik best jammer. Ja. Als het ervan gekomen was, was het wel mooi geweest. Ja. Reinier, ook voor jou diezelfde vraag. Ben jij, en dan ligt het natuurlijk voor de hand, ben jij liberaal? Geen socialist, zegt hij. Nee, ik ben... Ik voel wat me wel is nog niet helemaal duidelijk, vind ik, maar geen socialist. En jij? Nee, ik voel me erg thuis bij het sociaal-liberalisme. Sociaal-liberalisme? Nou, ik geloof enorm in de vrijheid van het individu. Ik denk dat iedereen... heel goed capabel is om daarin zijn eigen keuze te maken. Maar ik geloof tegelijkertijd wel dat je altijd een vangnet moet houden voor de mensen die het in de race van het leven niet de juiste afslag nemen of gewoon de pech hebben dat ze een keer op een grote hobbel stuiten. Mm-hmm. Dus ik vind het heel belangrijk om oog te hebben voor de onderkant van de maatschappij. Ook echt, ja, daar ga ik je straks misschien nog van alles over, ga ik je straks nog van alles over uitleggen. Maar Dat is wel nodig, want ik merk het tot nu toe nog niet zo. Ik vind dat je altijd de mensen die het niet redden bij de hand moet nemen om te zorgen dat ze weer op de juiste weg komen. En ik geloof heel erg in kansen. Dus mijn passie is dat vooral, en dat begint echt bij kinderen, dat elk kind dezelfde kans geboden krijgt. Ongeacht, laat ik maar zeggen, de fouten of rare beslissingen die hun ouders gemaakt hebben van tevoren. Of soms hele goede. Hè? Moet je die als overheid dan ook corrigeren, die rare beslissingen die ouders maken? Nou, ik vind dat je daar wel degelijk de hand bij uit kan steken. Bijvoorbeeld, dat klinkt weer minder liberaal natuurlijk. Nee, zeker. Maar kijk, het volledige liberalisme van laat iedereen maar eens gang gaan en we kijken daarna wel. Dat hang ik niet aan. Ik vind bijvoorbeeld dat je kinderen enorm moet ondersteunen. Ik vond bijvoorbeeld uit deze coalitieperiode hebben we heel veel geld aan armoede uitgegeven. Daar hebben we ook wel wat dingen van gedaan waarvan ik nog steeds twijfel of het erg nuttig was. Waar twijfel je aan dan? Nou, ik denk dat Coolcat en VVV-bonnen niet de grote kloof van de armoede gaan dichten. Maar wat ik altijd... Klinkt een beetje als een aalmoes of zo. Die kritiek deelden wij overigens wel. Maar ik ben ook wel gefascineerd als Reinier zegt... Ik vind die kansengelijkheid zo belangrijk. Er is een onderzoek geweest van de Rekenkamer... die laat zien dat die kansengelijkheid vrij dramatisch is. Maar Reinier wil er nog iets over zeggen. Wat ik wilde zeggen, ik vond de investeringen die we bijvoorbeeld in het jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds hebben gedaan, maar ook in de scholierenvergoeding en in huiswerkbegeleiding, dus echt kansen ondersteunen, ook voor jongeren die het wat minder makkelijk hebben. Daar ben ik zeer voor. En dan, jij wilde mij wat vragen over dat rapport van kansgelijkheid. Maar dat is iets wat mij ook enorm aan het hart gaat. Welk rapport? Want dat weet niet iedereen. Sorry, er is een rekenkamerrapport. Ja. Een rekenkamerrapport wat zegt dat ondanks het beleid van dit college het maar zeer moeilijk is aan te tonen dat de kansen verbeterd zijn. Ik vind, vertaal ik het dan goed? En jij hebt misschien maak het maar af. Jij hebt misschien iets beter gelezen. Dat is iets wat mij natuurlijk ook wel trof. Ik denk ook dat we de bakens op het armoedebeleid dus weer zullen moeten verzetten. En wat ik dan
het liefst doe is dat geld wat we nu hebben investeren niet alleen in het jeugdsportfonds, in het jeugdcultuurfonds, maar ook echt in bijvoorbeeld volwasseneneducatie. Iets waarvan ik wel geloof dat je daarmee jij noemde het een aalmoes, dat weet niet of ik dat helemaal vind, maar in ieder geval... Nou, het lijkt misschien op een aalmoes. Ja, dat je dan voor elke euro die je erin stopt in ieder geval in de talenten van mensen investeert. En dat is iets waar ik enorm in geloof. Als je je grootste verschil... Dat komen we zo dan misschien. Als je grootste, dat mag ook misschien. Maar als je nou je grootste verschil met Rutger Groot-Wassink zou moeten uitduiden. Huh? In een enkele zin. Het grootste verschil tussen hem, maar dan ook de partij waar hij voor staat en jou. Nou, ik geloof heel erg in een overheid die moet bijsturen en balans moet zoeken. Vrijheid moet geven waar het kan. En als het niet gaat, regels moet stellen. En ik... heb van Rutger vooral de indruk dat hij een sturende overheid wil. Omdat hij echt gelooft dat je heel veel van de fouten die in de leven loopt... Dat zeg je ook in het interview met... dat komt daar waren het volgens mij wel over. Maar wat is dan het verschil tussen bijsturen en sturen? Dat vind ik weinig hoor als kiezer. Dus dat nog even heel... En dan graag terug. Wat is dat verschil dan? Nou kijk, wij zijn voor... proberen. Je hebt een paar gebieden, maar laten we bijvoorbeeld bij de woningmarkt beginnen. Daar kan je het echt heel goed zien. Daar zijn wij voor kaders stellen. Vindt ook dat je afspraken kan maken met particuliere beleggers. Ook bijvoorbeeld pensioenfondsen die hier bouwen. Maar wat ik nooit zal steunen is het feit dat iedereen die hier een huis heeft in Amsterdam, die verplicht zelf moet bewonen. Zoals laat ik ze dan maar even het linkse pak noemen, heeft voorgesteld. En het zwakt het iets af, niet socialistisch pak, linkse pak. Nou ja, want ik weet dat Rutger zich daar... Rutger neemt daar aanstoot aan. Ik wilde vriendelijk beginnen. Over dat linkse... pak zeggen, want kijk, het feit dat ik het socialistisch pak noemde was omdat ik altijd dacht, Laurens Ivens van de SP, dat is een beetje de grote genius hierin, maar toen zag ik het kieskompas. Je zegt ook nog niet kwade genius, maar grote genius. Ja, nee, ik weet niet of het kwaad is, ik bedoel, mijn mening is het niet. Maar toen zag ik in het kieskompas, zo'n mooi asje, heb je links, rechts, en daar stond de SP hier. Maar GroenLinks daar. Dus sindsdien dacht ik, dan kan je het wel het socialistisch pak noemen. Oké. Nou ja, ik zou zeggen dat... En het grootste verschil, sturen en bijsturen, wat is het grootste verschil tussen nog jou even, en... Ik bedoel, je moet je denk ik echt afvragen wat er dan nog zo socialistisch aan de SP is, nadat ze 4 jaar door VVD en D66 gemangeld zijn, maar dat terzijde. Maar het grote verschil is denk ik dat... Ja, ik vind dat je als overheid moet sturen waar de markt tekortschiet. En we zien dat op allerlei plekken de markt faalt. En dan moet je als overheid ingrijpen. Maar wat is sturen dan? Kijk, het is een mooie beeldspraak, maar iedere beeldspraak gaat mank. Huh? Wat is dan sturen en wat is bijsturen? Dat vind ik, vaag. Vind ik jammer, want ik wil graag op één van jullie. Ik wil wel een voorbeeld geven. Ik vind bijvoorbeeld, als je het hebt over de aanleg van warmtenetten. Dat is een heel belangrijke ontwikkeling in de stad. Dat is heel goed voorbeeld. Daar doet de markt dat niet, omdat de markt opziet tegen te grote investeringen. Daar gebeurt dus niks, daar is stilstand. Ik vind dat je als overheid daar dan in moet sturen. Dus dan kun je heel goed met Waternet en Alliander een eigen bedrijf oprichten waarmee je investeringen als overheid een eigen bedrijf oprichten. Ja, je hebt daar helemaal geen moeite mee. Nee, precies. Zoals ik ook vind dat je als overheid, in tegenstelling tot wat D66 vindt, die hebben heel veel vastgoed verkocht. Ik vind dat wij meer vastgoed zouden moeten kopen. Als gemeente? Als gemeente, ja. Omdat ik denk dat op een heleboel plekken dat vastgoed heel goed in te zetten is voor allerlei creatieve functies. Maar ook omdat ik denk dat je op een bepaalde manier daar... Alla 10-12, bijvoorbeeld. Het Wallengebied waar we getracht hebben om de prostitutie door aankoop te verminderen. Omdat je dan kunt sturen op welke functies je in bepaalde gebieden wil. En dat is volgens mij, het sturen is een middel, omdat je analyse is dat de markt faalt. Ja. En als de markt faalt, moet de overheid ingrijpen. Zoals ik ook vind dat, bijvoorbeeld, je hebt nu bij de... Met geld, met een bedrijf opzetten, met aankopen van vastgoed. Het kan ook alleen met geld zijn. Je ziet dat voor vroegschoolse educatie is nu geprivatiseerd. Dat betekent dat sommige mensen een kleine bijdrage moeten betalen. 20 euro is voor sommige mensen in deze stad echt al te veel. Dat zouden ze dan achteraf terug kunnen krijgen via de belasting. Maar het is voor sommige mensen, die kunnen dat gewoon niet ophoesten. En dan vind ik dat je als overheid daar proactief... moet zeggen, wij willen niet dat er, en dat is het getal van ongeveer de laatste week, 700 kinderen niet meer naar voor- en vroegschoolse educatie gaan. Dat betekent dat wij daar instappen. Ja, ja. Ja, en nou is denk ik het verschil. En dan wil ik zo nog wat zeggen over dat gemeentelijk warmtenet. Ook graag, maar dit vind ik helderder. Dat is namelijk inderdaad, ik begin het te begrijpen. Bijsturen en sturen. Als je mij vraagt wat het grote verschil is, vind ik
dat D66, als het erop neerkomt, uiteindelijk te veel op de markt vertrouwt. Als het gaat om de verduurzaming, zegt deze wethouder ook, ja, we gaan dat met bedrijven doen. Er zijn tal van ontwikkelingen waar we in de stad echt moeten kiezen. En ik vind dat D66 vaak niet kiest of zegt, we laten het aan de markt. Nou, en ik heb gewoon niet zoveel vertrouwen in de markt. Dit vind ik weer vager, maar toch nog even terug. Vertrouwen in de markt of niet is toch niet zo vaag? Naar deze voorbeelden. Uitbreiden van het eigendom van vastgoed bijvoorbeeld. Daar sturen en vestigen van bedrijven. Zo'n gemeentelijk warmtebedrijf, dat is echt een goed voorbeeld. Ik in tegenstelling tot Rutger geloof heel erg in de sturende macht van de overheid. Ik geloof daar helemaal niet zo in. Ik denk dat de overheid over het algemeen dingen minder goed organiseert. Veel minder innovatief is. En het bovendien ook nog een stuk duurder doet met geld van ons allemaal. En dat vind ik dan vaak een slechte keuze. En dan vind ik zo'n gemeentelijk warmtebedrijf, en er staan wel meer gemeentebedrijven die GroenLinks graag zou oprichten als ze de grootste worden. Nou, er is een gemeentelijke middenstandscoöperatie, een gemeentelijke wooncoöperatie. Coöperatie is wat anders. Hè? Dat ik probeerde ook dubbel over. Dat je burgers helpt zelf. Maar er stond wel gemeentelijk voor. Zeker. Dan loop ik niet voor weg. Maar het gaat mij erom dat je vanuit de gemeente iets wil oprichten waarmee je in de economie enorm gaat roeren. Ik denk niet dat dat verstandig is. En als je nou zo'n gemeentelijk warmtebedrijf neemt, dan geloof ik echt dat de innovatie in duurzaamheid juist komt uit al die kleine bedrijven. Dat kleine start-ups, kleine bedrijven die langzaam scale-ups worden groter, dat daar de innovatie in zit. En dat ambtenaren die het op de stopera gaan regelen, de hele boel kapot verbureaucratiseren. En daar geloof ik niet in. Maar nou komen we weer. Dat is allemaal leuk. Het is allemaal leuk, hè? Want dat zijn natuurlijk een beetje de modewoorden van D66, innovatie en start-up. Maar dat is natuurlijk niet waar het om gaat in deze economie. Want je ziet natuurlijk nu met die verduurzaming, ik bedoel, je geeft me zelfs gelijk dat de verduurzaming onder dit college abominabel is. Nou, dat heb je zelf gezegd. Maar als je kijkt, dan moet ik dan wel even corrigeren, want we zouden elkaar alleen maar aardig zijn tegen. Nee, helemaal niet. Maar we zouden het proberen bij de feiten te houden. Dit heb je in een woondebat zelf gezegd. Wat ik in een woondebat heb gezegd is dat ik vind dat dit college, en ik sta hier ook, natuurlijk iets anders dan jij, ook om voor 4 jaar collegebeleid verantwoordelijkheid te nemen. En als je mij nou terugkijkt, zeg, nou, we hebben het goed gedaan, we hebben de huren laag gehouden bij woningcorporaties, we hebben veel minder verkocht en aan middeninkomens vuurt dan ik zou gaan willen, dan ik had gewild. Maar het feit dat dat geld kostte, ja, dat is ten koste gegaan van het verduurzamen van corporatiewoningen. En dat is nog bijna de helft van onze stad. Dan heb je de verduurzaming dus niet goed gedaan. Dan zijn we het daarover eens. Maar waar het om gaat over die economie... Kijk, ik denk dat het een keuze is. Ja. Waar het gaat over die economie, dan is het glashelder. Dan kom je niet met innovatieve start-ups. Als we het hebben over de fossiele industrie in de haven. We hadden vorige week een aardig havendebatje met ondernemers. Het was een leuk debat. Mm-hmm. Niet alleen omdat ik het won. Maar ondernemers willen duidelijkheid. Want ondernemers zien ook dat de fossiele industrie gewoon afgelopen is. En zij willen dat een overheid hen daarbij helpt. En ze kunnen dus niet wachten op start-ups en op innovatie. Zij willen dat we hen actief helpen om hun industrie om te vormen. En daar zit ook voor ons gewoon een kans, omdat voor de arbeidsmarkt en banen daar veel ruimte zit. Maar het probleem van de havenbedrijven was, en directeur Koen Overtoom van de havenbedrijven heeft letterlijk gezegd, er wordt wel over ons gesproken, maar niet met ons gesproken. Dat is precies het punt waar ik in dat debat... Te weinig vertrouwen in die bedrijven. Maar dat is precies het punt wat ik in dat debat heel sterk gemaakt heb. Ik heb gezegd, ik vind het toch raar dat in het meest rechtse coalitie ooit, met D66, de wethouder economie levert, dat ik alleen bij alle gesprekken die ik heb met het bedrijfsleven, zij zeggen wij worden niet gehoord, bijvoorbeeld bij de aanleg van Havenstad. En zij zei tegen mij, en dat heb ik daar ook tegen hen gezegd, je moet duidelijk kiezen en dan moet je met hen overleggen. Want zij zijn daartoe bereid. Maar wat hij bedoelde is, trek wat meer samen met ons op en niet... Hij zet er geen concurrenten naast. Maar zij willen heel graag samen met de overheid optrekken om die fossiele industrie weg te halen. Mm-hmm. Zij willen namelijk samen met ons ook optrekken om de duurzaamheid te verbeteren. Om bijvoorbeeld grote delen van de binnenstad uit te breiden. Ik denk wel goed om te zeggen dat dit college heeft het ook gedaan. De fossiele brandstof zou eerst in 2040 de haven uitgaan. Dat wordt nu 2030. Maar wiens voorstel was dat ook weer? Nou, ik zeg ook niet dat dat een slecht voorstel was. Wiens voorstel was dat ook weer? Kijk,
uiteindelijk, Rutger, want dat gaan we denk ik deze avond heel vaak hebben. Dan gaan wij hier sparren wat wij als gemeenteraad zeiden. Want dat zijn we allebei hebben voorgesteld. En jij en ik weten, dat is gewoon even als illustratie aan de zaal. Een motie is heel snel getikt. Vervolgens moet je hem uitvoeren. Dan moet je met mensen gaan praten. Dan moet je overleggen. Je moet het in beleid vangen. Je moet er soms nog inspraken over regelen. Je mag het bestuur die dat uitvoert ook wel wat credits geven. En dan delen wij samen die eer. Dus dat wil ik daar even over zeggen. Nee, maar dit is de... Nee? Dat is wel heel makkelijk. Nee, maar we hebben heel veel voorstellen gehad. Ja, waar jullie bijvoorbeeld tegen gestemd hebben. Maar in dit geval voert dit college van BNW dat uit. Ja. Zit wat in wat Renier zegt? Of zit dat, is dat een credit? Nou, ik vind dat ze dat onvoldoende doen. Omdat bijvoorbeeld Oram en de havenindustrie zegt, er wordt met ons niet gepraat. Dus dan, ja, als je in 2030 dat eruit wil hebben, dan moet je nog wel wat stappen zetten. Nou, ik wilde in ieder geval zeggen, wat je doet, je zet die stip op de horizon naar 2030. En wat ik wel merk bij de haven, en dat fascineert mij ook wel aan het programma van GroenLinks. We komen zo misschien nog wel even op Schiphol en de Zuidas, want daar bespeur ik dat ook. Is dat je kan nu wel zeggen, we willen fossiele brandstoffen helemaal laten verdwijnen uit de haven. Maar we zullen ons wel rekenschap van moeten geven dat als we nu stoppen met kolen neerleggen in de haven of bijvoorbeeld benzineopslag, dat dat niet opeens betekent dat alle auto's elektrisch rijden. Dus die haven zegt heel terecht, ja, weet je, zolang er vraag is, hebben wij hier ook banen die dat aanbieden. Laten we samen die energietransitie in goede banen zetten. En tegen mij zegt Paul Wevers, de voorzitter van de ORAM, juist weer dat ze zich grote zorgen maken om GroenLinks die stip zet, maar geen route er naartoe. Maar even, dus dit is een interessant verschil over die haven. Want, daarom hebben we het erover. Ik was anderhalve week geleden nog bij ORAM. En zij zeiden ook, ja, wij hopen heel erg dat jullie kiezen en dat jullie de Hembergcentrale sluiten. Ik zei, dat staat in ons programma. Het staat in het regeerakkoord zelfs. Nou, dat is maar de vraag. Daar is gezegd dat er voorbereidingen worden getroffen. Nou, maar even voor die haven is dat belangrijk. Want dat is namelijk 2/3 van de opslag is voor de centrale. Oh. En het regeerakkoord, ik moet het nog maar zien. Beetje vertrouwen, Rutger. In de dividendbelasting. Maar ook gewoon in de mooie dingen die erin zitten. Ja, maar dat is wel een mooi duidelijk verschil. Want kijk, het is natuurlijk makkelijk om geen vuile handen te maken en met schone handen langs de zijlijn te blijven staan. Maar uiteindelijk staan er dingen in waar wij niet blij mee zijn. Dat zal ik direct toegeven. Zo gaat dat namelijk in een coalitie. En als wij ooit coalitie gaan onderhandelen, zal jij wat moeten slikken, zal ik wat moeten slikken. Want zo gaat dat nou eenmaal in democratisch Nederland. Maar die mooie dingen die we op duurzaamheid hebben. Ik wil daar wel bij zeggen, als je zegt, ja, dat was niet goed genoeg. Dan zal ik nog één keer zeggen, dan vind ik dat jullie aan tafel hadden moeten blijven zitten. Want dan vind ik echt Renier, dat als je de stad... Dat als je de stad en het land verder had willen brengen, dan moet je de ballen hebben om daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Nee, maar laat er geen misverstand over bestaan. Ik kijk uit naar 22 maart, want wij gaan deze stad besturen. Dus daar lopen wij nooit voor weg, dat weet je zelf ook wel. Nee, maar ik weet maar waar het om gaat. Laat me reageren op dit verwijt. Ja, want als je kijkt naar dit kabinet, we hebben gewoon duidelijke ondergrenzen. Bijvoorbeeld, jij gaat over een tijdje meewerken aan het uitzetten van ongedocumenteerden. Omdat je die verplicht alleen nog opvang te hebben als ze meewerken aan terugkeer. Iets waar jij en ik en je voorganger en ik altijd schouder aan schouder tegen hebben gevochten. En over dit kabinet, echt, hoe vind je zelf dan dat het gaat? Dividendbelasting, vennootschapbelasting, nepvergroening, uitbreiding Schiphol, referendum, sleepwet. Hoe vind je dan zelf dat het gaat? Nou, ik ben daar... Jullie kunnen elkaar lang de maand nemen over de maatregelen van het kabinet en het regeerakkoord. Maar ik wil dat ook. GroenLinks zit er niet in, daar heb jij niks mee te schaften en te maken. En D66 zit er wel in, daar heb jij niks mee te schaften en te maken, want daar hebben jullie niet aan meegewerkt. Dus zullen we even terugkeren naar Amsterdam? Ik denk dat het wel belangrijk is om daar... Er zijn grote verschillen op het landelijke, in de landelijke partij. Maar die werken ook door in Amsterdam. Natuurlijk. Even een voorbeeld in het verkiezingsprogramma van D66 in Amsterdam staat... Schiphol is hartstikke goed en Lelystad mag uitbreiden. Staat gewoon in jullie programma. Ja. Terwijl we weten, gisteren nog in het Parool een groot stuk... Schiphol wordt gevlogen op de drukste banen boven gebieden waar de meeste mensen wonen. Ja, Schiphol kan niet verder uitbreiden. En als we dat even één stap verder nemen... dan staat er ook vorige week in het Parool dat er 9 perrons komen op Amsterdam Centraal. Mm-hmm. Dan ben ik benieuwd wat jullie daarvan vinden. Want onze bevolking heeft overlast van Schiphol. Hè? Ja. Tenminste, sommige mensen meer dan anderen. Maar het algemene gevoel in de stad is dat het wel groot genoeg is...
En ondertussen is kennelijk zo dat het CS op slot gaat omdat er geen genoeg investeringen zijn. Van Bokstel heeft aan de noodrem getrokken of de noodbel geluid, of hoe je het wil zeggen. Dus de infrastructuur rond de stad is kennelijk lang niet voldoende als het op het spoor gaat. Volgens mij geen verschil. Wij vinden volgens mij allebei dat infrastructuur een van de grote uitdagingen van deze tijd is. Mm-hmm. Wij geloven denk ik allebei als we straks op het blokje groei van de stad komen, allemaal wel de stad wat moet groeien. Ik ben er volgens mij iets positiever over dan Rutger of Rutger gezegd. Ik vind dat je dat niet zomaar. Nee, maar nu even over de investeringen in wegen en spoor rondom de stad. Ik vind echt, en laat dat aan mijn kritiek zijn aan dit kabinet, maar ook vorige kabinetten, dat er veel te weinig nagedacht is hoe je in een hele groeiende urbanisatie echt goed kan investeren in de stad. Hoe gaan we dat regelen dan? Maar ik wil daar nog wel. Nou kijk, voor een deel gaan we er niet over. Voor een deel kunnen we dat zelf proberen te investeren. Dat noemen ze dan cofinanciering. Dat betekent gewoon dat wij als gemeente proberen mee te betalen. Zo afgerond het Centraal Station denk ik niet direct groter van worden, maar metrolijnen zouden goed kunnen, iets als de I-baan, maar ook bijvoorbeeld het afwaarderen van de A10. Wat ik denk dat wij allebei willen aan de westkant, zouden we daarmee kunnen betalen. Dus we kunnen als gemeente ook echt wel een stuk bijdragen. Maar dan is het wel belangrijk dat de economie van de stad als een tierenlier draait. En daarom maak ik me wel zorgen om wat GroenLinks wil. Want jullie willen iets anders met de haven. Daar lopen we uit elkaar. Maar jullie vinden ook echt dat Schiphol niet verder mag groeien. En ik zeg, ik vind dat een onverstandige beslissing. Want het kan steeds duurzamer, hè, vliegen. Een onverstandige beslissing. Ja. Het kan steeds duurzamer. Het kan ook echt met minder overlast. Mm-hmm. En dan vind ik dat je voor die 113.000 directe en indirecte banen daar wel rekenschap van moet geven. En dan kan je niet zeggen, wij willen gewoon niet dat Schiphol groeit. En jullie openen ook nog consequent de aanval op de bedrijven die jullie als grote geld bestempeld hebben, die naar de Zuidas komen. Terwijl ik daarbij ook denk, dat is wel ons brood en water. Daar leven we van. Nee, want je maakt er nu natuurlijk wel een karikatuur van. Dat denk ik niet. Nee, maar kijk, bij Schiphol denk ik dat het inderdaad heel duidelijk is. Schiphol moet niet groeien en je moet ook geen uitbreiding willen. En hoe zit het dan met die werkgelegenheid? Nee, maar als je zegt niet groeien, dan is die werkgelegenheid er natuurlijk nog steeds. Kijk, die verdwijnt. Het gaat over, wil je groei of niet? Dat begrijp ik. Maar hoe zit het met die werkgelegenheid die daarmee gepaard is? Nee, maar die werkgelegenheid die blijft natuurlijk. Maar de vraag is of je daar meer werkgelegenheid wil je. De vraag is ook of dat de werkgelegenheid is die bij deze stad past. Wat ik interessant vind is dat ook je campagneleider zegt, er komen uitstoot en overlastvrije vliegtuigen. Nou ja, ik geloof er niet in. En als dat zo is, zou ik willen dat wij ze in Amsterdam bouwen. Maar laten we dan afspreken dat Schiphol niet groeit. Totdat die vliegtuigen er zijn, want dat lijkt mij luchtfietserij. Nee, maar we gaan nou niet beginnen over de Zuidas. Ik wil hier wel op reageren. Want je doet hier een klein beetje af dat technologische ontwikkeling doorgaat. Ik bedoel, uitstootvrije vliegtuigen. 100 jaar geleden deed de trein ook gewoon op steenkool. Ja, 100 jaar geleden. Ondertussen rijdt windenergie. Ja, maar dat betekent ondertussen gaat het wel wat sneller. Hè? Tien jaar geleden hadden we geen iPhone. Tegenwoordig kunnen we de hele tijd met elkaar appen. Dus dat gaat razendsnel. Ik geloof daarin. Wanneer zijn die vliegtuigen? Ik geloof ook echt dat als je met elkaar afspreekt, dus het aldersakkoord, hè, dat de groei mag, mits het niet voor overlast zorgt, dat dat belangrijk is voor de Amsterdamse economie. Ja, maar die, nogmaals, en dat zijn echt niet, want jij doet altijd een klein beetje, vind ik, badinerend over, want je doet, die banen die blijven wel. Nou, ik denk dat het maar zeer te bezien is. In de internationale concurrentie kiezen luchtvaartmaatschappijen gewoon hele andere plekken als ze daar betere vluchten hebben. En het feit dat de Zuidas, dat een stukje, stad is, waar zoveel banen. Maar ik wil nog even wat zeggen over jou. Maar ik wilde nog even het bruggetje maken naar de Zuidas. Want laten we gaan de Zuidas komen we zo op terug, die onthoud ik. En nu even terug over Schiphol. Het punt is veel principiëler. De alderstafel, waar je dan hoog over opgeeft, is gesloten voor Parijs. En we hebben geen keus meer. Maar Parijs komt eraan. En als wij Parijs willen halen, weet je zelf ook, hebben we echt een heleboel maatregelen nodig. En ja, dat betekent ook anders nadenken over mobiliteit. En ja, dat betekent dat Schiphol uiteindelijk moet krimpen. Omdat het onverantwoord is, zowel in uitstoot als in overlast. Maar Rutger, als je nu zegt, Schiphol moet krimpen. Dit is een heel duidelijk verschil. Kijk, als je nu zegt, Schiphol moet krimpen, dan zeg je niet alleen tegen al die 113.000 banen,
dit gaat minder worden. Maar je zegt ook tegen echt de lagere weer opgeleide werknemers. En dat zijn er heel veel. Beveiligers, bagageafhandelaars. Dat zijn er ongeveer 17.000. Van u moet waarschijnlijk ergens anders je brood gaan vinden. En waar ik me dan nog het meeste zorgen om maak. Is dat ik denk hier in de zaal. Ik denk dat iedereen wel eens vliegt. En dat gaat echt niet per se minder worden. Want dan spring je namelijk gewoon in de trein. Dan ga je naar Düsseldorf of naar Frankfurt. En dan neem je daar het vliegtuig. Hebben ze daar de banen. Maar gaat de adem. Nou, dan moeten we daar ook wat aan doen. Want dat lijkt me voor Parijs. Als we Parijs willen halen. Maar de Duitsers gelukkig wel. De Duitsers zijn wat verder met duurzame energie dan wij. Dus lijkt mij dat we dat niet willen. Maar jij doet nu net alsof wij zeggen dat van de een op de andere dag Schiphol gesloten wordt. Zo gaat het natuurlijk niet. Nee, ja, ze zullen moeten krimpen omdat het onvermijdelijk is vanuit Parijs. En die mensen, die 17.000, die kunnen we weer aan de slag helpen. Want die mensen in een gesubsidieerde baan van de gemeente. Laat ze windmolens bouwen die dit college jammer genoeg niet gelukt is neer te zetten. Lijkt me heel nuttig, want die hebben we wel nodig. En waar het om gaat, Reinier, is dat we geen keus hebben. En uiteindelijk die mensen, die krijgen we heus wel weer aan het werk. Want die mensen, sommige banen verdwijnen. Zoals ook er allerlei andere banen gewoon verdwenen zijn. Dat is vervelend, daar moet je voor zorgen. Maar de overheid hoeft ze natuurlijk niet om zeep te helpen. Dat is nog wel een verschil. Nou ja, de vraag is, Reinier, of je niet wil dat uiteindelijk de overheid voor Parijs kiest. En ik vind, als je jezelf serieus neemt als het klimaatakkoord van Parijs. Nee, maar dan, dan is zijn harde keuzes onvermijdelijk. Hier zit wel een duidelijk verschil, want ik denk dat D66 wel degelijk kiest. Wij zeggen in die hele internationale context willen wij bijsturen, balans zoeken, maar met behoud van banen en inderdaad ook met behoud van economische groei. En als ik GroenLinks zo beluister, dan is het vooral beteugelen en soms ook gewoon wel met de bottenbijl in de werkgelegenheid gaan. Daar ben ik tegen. En nog even wat andere bedrijven. We hebben net gezegd de Zuidas, maar daar kom ik zo nog op. Uber en Airbnb, twee bedrijven die voor veel overlast zorgen, vinden veel burgers. Ja. Maar aan de andere kant die ook toch weer bijdragen aan de groei van de economie, ook in Amsterdam. Drukker wordende stad waar meer taxis nodig zijn en ongelooflijk veel meer toeristen en meer mensen wonen. Het aan banden leggen van die twee. Eindelijk, wat mij betreft persoonlijk, zeg ik, eindelijk heeft is er een beetje opgetreden daartegen. Wat vinden jullie van die twee bedrijven? Het heeft lang geduurd voordat dit gemeentebestuur er wat mee wilde. Te lang? Twee jaar geleden schrijft Jan Paternotte in De Groene nog steeds: deeleconomie is allemaal fantastisch, moet je zo laten. We hebben als GroenLinks samen met de PvdA al heel snel gezegd, we moeten inzetten op beperking. Ik ben heel blij, en dat is een compliment hoor, aan zowel D66 als de VVD, dat ze ook ingezien hebben dat die waardeopdrijving en die overlast te groot is. En dat zij nu ook in hun programma hebben opgenomen, terug naar 30 dagen en maximaal 4. Ik bedoel, ik ben daar blij mee, hè? Laat het duidelijk zijn. Maar het heeft wel verdomd lang geduurd. Oké. Renier? Ja, kijk, toen wij dit college begonnen in 2014, kan ik me nog heel goed herinneren dat het vorige college net bedacht had, we gaan Airbnb volledig vrijgeven en legaliseren, want dat was een leuk idee. En dan konden mensen gewoon de stad bezoeken en dan sliepen ze bij iemand thuis. Wat kon er misgaan? Ik denk dat we daar vier jaar later wel iets anders op terugkeken. En dan kan ik nu zeggen, ja, toen wilde D66 al heel graag een harde grens, maar ik vind dat is gewoon niet waar. Nou, jawel, want die motie hebben we ingediend. Ach, je hebt 26 keer ongeveer tegen dit is een feit. En toen zei toenmalig Freek Ossel zei, het wordt heel ingewikkeld, kunnen we niet handhaven. Bovendien, het mag niet volgens de wet. Dat heb ik toen eens opgezocht. En inderdaad, de huisvestingswet is een, je zou nu wel kunnen zeggen, een tamelijk verouderde wet. Want dat was een wet voordat vakantieverhuur überhaupt bestond. En daar staat gewoon in dat je tot circa 3 maanden je woning mag verhuren. Noemen ze kortstondige verhuur. Je mag er geen bedrijf van maken. Als je kan aantonen dat het geen bedrijf is, mag het. Vind ik dat verkeerd? Ja, maar we leven natuurlijk wel in een stad wat in een land ligt. En dat land maakt wetten. Dus je kan niet helemaal zelf alles beslissen. Ik heb daarin altijd de wethouder van de Socialistische Partij gevolgd. Die zei, het kan niet minder dan 60 dagen. Het gaat ons enorm veel handhaving kosten. Bovendien kunnen we dan geen afspraken maken met Airbnb, waar ik zeer voor ben. Want ik denk dat als een bedrijf heel ver weg ergens in Amerika zit, en je hebt er eigenlijk geen wettelijke sturing op, dan kan je maar beter afspraken met ze maken. Dus die raden mij dat af. Toen er uiteindelijk rechtszaken geweest zijn, en het bleek juridisch wel te kunnen, hebben wij in ons programma 30 dagen opgeschreven. Ik denk dat dat redelijk is, maar ook aansluit bij een beetje de bestuurstijl van deze. Maar eens even op de principiële niveau. Hoezo zou het niet kunnen dat het hoogste instantie in deze stad, democratisch verkozen, zegt, dit zijn de regels?
Ja, maar dit zijn de spelregels. Dat kan wel, maar je hebt natuurlijk ook, Juri, nog zoiets als de handhaafbaarheid van de spelregels. Zeker. Dus die 60 dagen hebben wij gezegd, daar hebben we volksrechtszaken over gevoerd. Zelfs als we nu bijvoorbeeld toeristenwinkels in het centrum verbieden. En dat echt nog wel bij de... Ah, super, bedankt. En dat echt nog wel bij de rechter moeten uitvechten. Dus dat kan wel degelijk. Nee, maar dat, ik wil niet de illusie koesteren dat als er heel veel bedrijven op internet, naast Airbnb nog Wimdo en Flipkey zijn, dat wij dat met één druk op de knop poef kunnen verbieden. Dan ga ik liever in gesprek om dat in goede banen te leiden. En dat is denk ik gewoon dat is bijsturen. Ja, dat is bijsturen. Maar dat is gewoon niet helemaal waar. Dus het simpele dat is, waar, is nee, want je wilde gewoon niet. En jullie hebben dat heel lang volgehouden. Zoals ook drukte in deze stad nou, ongeveer 3 jaar perceptie is geweest. Maar de drukte was perceptie voor jullie. Jullie hebben bij heel veel dingen... Amstelveen was eerder... Je hebt toch keihard ingegrepen, Rutger? Nee, je hebt helemaal niet keihard ingegrepen. Nou, Amstelveen was eerder met zeggen, we gaan naar 30 dagen. Was eerder met en jullie zeggen. Hebben als college... Hebben jullie alleen maar weggekeken en het niet gewild. Nee, maar weet je, het is leuk dat je nu bij de verkiezingen op een heleboel punten draait. Stel je bezuinigt op de reiniging en nu een week voor de verkiezingen zeg je... oh, we moeten 130 miljoen investeren. Zo zijn er heel veel punten. En dat mag, hè. Ik maak je er een compliment voor dat je wijsheid dan met de tijd komt. Maar heel vaak hebben we gepraat. En zeiden jullie, nee, dat moeten we niet doen. Nu zeg je, we grijpen in bij die winkels. We hebben dat geld voorgesteld. Want dat geld vind ik drie keer voorgesteld. Laat me dan even uitpraten. Want we hebben dat drie keer voorgesteld bij die winkels. Het geld. Jullie waren daar tegen. En uiteindelijk is het aangenomen. En nu zeg je, dit college grijpt in. Want wij hebben een bepaalde... Maar is toch waar dat dit college ingrijpt? Ja, we hebben het 4 jaar om gevraagd. Nogmaals, ik maak je compliment. En dat geld? Kijk, ik denk dat geld heel belangrijk is. Belangrijk is, we hebben in een coalitie, maken we afspraken. Je maakt een heel groot financieel raamwerk. Hè? Dat is denk ik heel belangrijk. Vervolgens komen wij met ons verkiezingsprogramma en een financiële doorrekening. Ik denk dat dat belangrijk is. Dan had je hem even moeten downloaden, want hij stond sinds gisteren online. Okay. En dan kan iedereen zien welke keuze maakt D66. Het kan ook kwetsbaar zijn, want als je hem wel had gelezen, had je hem waarschijnlijk uitgebreid de maat overgenomen. Ik denk dat dat belangrijk is, want wij zeggen, nou, als D66 het voor het kiezen krijgt, investeren we 130 miljoen in afval. Betekent dat we de hele periode daarvoor nooit een andere keuze hadden kunnen maken? Nee, natuurlijk niet, want het is verkiezingen, dus dan presenteren wij onze plannen. En ik wil over die bezuinigingen nog wel wat zeggen. We hebben 10 miljoen bezuinigd, vervolgens weer 11 miljoen geïnvesteerd. Is bij mij thuis altijd nog een miljoen meer investeren? Nou, dat is gewoon wel waar, sorry. Nee. Oké. Niet eens, wel eens, wel waar, niet. Ja, dat houdt het niet overzichtelijk. We zouden het nog over de Zuidas hebben, want dat is natuurlijk een interessant punt. Ja, dat is het laatste stukje economie, denk ik. Maar kijk, en dan gaan we... Ook een volgend onderwerp, woningen bijvoorbeeld. D66 is natuurlijk uiteindelijk de partij ook van wees maar blij met je brievenbusfirma's en je Brexitbanken. Deze week gaat Udo Kok ook weer op reis. Mag ik daar wat over zeggen? Ja, dat mag zeker. Wat daar zijn we hier. We hebben echt... De vraag die je moet stellen is, wat voor stad wil je zijn? En wat voor werkgelegenheid wil je? Ja. We hebben ook geprobeerd met die brievenbusfirma's wat te doen. We hebben als raad steeds gezegd, moeten we die Brexit-bankiers hier wel hebben? En uiteindelijk wil je dat wel. En ik vraag me af of dat de werkgelegenheid is die we willen. En hetzelfde met die bonussen. We hebben heel vaak... Samen daar vragen over in. Zeg je? Over de ING bedoel je. Daar waren wij volgens mij allebei tegen. Dus, ik denk maar daar gaan jullie toch helemaal niet over? Nee, maar dan kan je er nog wel tegen zijn. Waarschijnlijk de meeste mensen hier ook. Bij sommige dingen doet landelijk beleid er natuurlijk wel toe. Want ook hier heeft vorig jaar Partij voor de Dieren een voorstel ingediend om ING vanwege het bonusbeleid niet meer de huisbankier te laten zijn. Je was tegen. Nee, dat was, en nu ben je voor. Echt vanwege iets anders. Maar goed, dat wordt allemaal... misschien moeten we vermijden in de wel eens niet eens van wie wanneer op welk moment een keer voor was en toen tegen. Laten we het gewoon hebben over maar wat we de komende 4 jaar willen. En dan vind ik dit wel een essentieel punt. Hoor. De afgelopen 4 jaar zijn best belangrijk. Daar mag jij het uitgebreid over hebben. Maar jij was daar mening veranderd. Jij was daar niet heel tevreden over. Daarom ging je ook aan verandering beginnen. Maar even over die brievenbusfirma's waar jij op wilde reageren. Dat vind ik heel belangrijk, want ik stoor me deze... Is dat de werkgelegenheid die wij moeten willen? Nee, natuurlijk is dat niet de werkgelegenheid die we willen. Maar ik stoor me wel aan het feit dat je de Zuidas neerzet... en de raadslid van jullie heeft dat wel eens gezegd... als een kil en exclusief gebied waar het grote geld regeert. En sowieso lijkt dit grote geld als een soort rode lijn door de campagnes heen te lopen. Die doen blijkbaar alles verkeerd. Maar als ik aan bedrijven denk, dan heb ik niet direct die hele...
kille indruk. Het is een beetje hetzelfde als ik aan scholen denk, dan denk ik aan meesters en juffen. Als ik aan ziekenhuizen denk, dan denk ik aan artsen en verplegers. Als ik aan bedrijven denk, dan denk ik aan de mensen die daar werken. En dat zijn soms ook gewoon de portier en de koffiejuffrouw en degene in de postkamer. Maar dat is geen antwoord. Ja, maar leuk, maar geen antwoord op brievenbusfirma's en de noodzaak om brexitbankieren nou, te betalen. Nou, ik kan je wel, als we kan het hebben je wel over vertellen, het hoor, want Amsterdam moet volgens mij één vraag... Nou ja. Nee, maar je vroeg dat mij. Nee, ik zeg... Amsterdam moet volgens mij één vraag stellen. Bij elk bedrijf wat ze halen, dus hoeveel banen kom je hier brengen? Dat dus, is volgens mij het enige criterium. Dus. Ja, maar dat is echt waar? Ja. Echt waar? Hoeveel banen kom je brengen? Ja, dat vind ik het enige criterium? Dat vind ik voor een diensteneconomie een heel goed criterium. Ik vind dat maar zeer de vraag bij een hoofdkantoor van een internationale bank. Omdat die... Dus die zou je liever afwijzen, voor de duidelijkheid. Dus nee. er komt een bank uit Engeland met weet ik veel, misschien 3000 mensen in het hoofdkantoor. Die dient zich aan hier ergens in Amsterdam. Ik zou dan de vraag stellen, wat ga je doen voor de stad? In plaats van dat we hen maximaal faciliteren. En er ook gewoon, want dat grote geld, dat is natuurlijk vooral iets wat op de woningmarkt speelt. Want we zien natuurlijk dat daar het grote geld wel degelijk regeert. Mm-hmm. En je moet je afvragen of die steeds groter wordende druk van dit soort bedrijven, van dit type werkgelegenheid... Dus jij zou ervoor kiezen dan om te zeggen, nee, ga maar naar Parijs? Nee, ik zou ervoor kiezen om te zeggen, wat ga je doen voor de stad? Mm-hmm. En als dat, ja, okay, maar als dat antwoord niet bevalt, zou ik maar zeggen... Ja, dan, maar stel je voor, dat zijn banen. Ja. Ze zeggen, wij komen voor de stad. Een fantastisch idee, we komen 3000 banen brengen. Dan ben jij toch ook voor... Jawel, ook maar als Zuid-Londen komen. Dat is toch precies wat dan ik zijn, vraag. Dan zijn we het toch eens. Tegen, het gaat er niet om alleen dat ik tegen internationale bedrijven ben. Alleen het met een kopje thee en jij met een spandoek. Nee, dat is niet waar. Goed ingestudeerd. Ik zie mijn medewerkers schudden. Ja, nou, ik zie ze hard klappen. Nee, maar waar het om gaat is dat jullie positie is. Wij moeten de bonusregels oprekken. Heeft Kajsa Longren toen ze hier wethouder was. Zie ik eruit als Kajsa Longren? Nee, maar zij was wel jouw wethouder, dus ik mag je er best op aanspreken. Zeker, ik zeg Kajsa Longren zei, dat we moeten de bonuswetgeving aanpassen om deze bedrijven te faciliteren. En ik vind dat je uiteindelijk... keuzes moet maken. Dat je dus ook in de politiek moet zeggen, wij willen dit soort bonussen en dit soort economie willen wij niet. Wij kiezen voor andere werkgelegenheid, we kiezen voor andere bedrijven en uiteindelijk dus voor een andere stad. Maar welke werkgelegenheid? Maar dat is dan denk ik wel een essentiële vraag. Kijk, ik kies voor werkgelegenheid in de haven, ik kies voor werkgelegenheid bij Schiphol, ik kies voor werkgelegenheid op de Zuidas. Maar als ik het verkiezingsprogramma van GroenLinks lees, eigenlijk het enige stukje wat serieus over werkgelegenheid gaat, zijn duurzame coöperaties. En dat vind ik, nou laat ik zeggen dat ik het daarmee eens ben, maar ik vind als dat de pijler is van de economie, je wil daarmee die 9800 jeugdwerklozen aan het werk krijgen, dan moet je echt opnieuw terug naar de tekening. Maar wij kiezen gaan voor gewoon niet lukken. Maar dan heb je ons verkiezingsprogramma slecht gelezen, want volgens mij is het cruciaal. Want waar komt dan de werkgelegenheid wel vandaan? Er zijn twee elementen in. Want de werkgelegenheid komt natuurlijk uit juist die omslag naar een groene economie. Want dat hebben we ook in deze stad nagelaten. En daar zijn bedrijven, en bijvoorbeeld de haven, is daar een bondgenoot voor ons. Want dat levert werk op? Dat levert werk op. Zoals? monteurs bijvoorbeeld. Hè. Mm-hmm. Die kun je daar inzetten. Bijvoorbeeld als je de verduurzaming van de woningvoorraad, als je die echt ter hand neemt, mm-hmm. dan levert dat echt heel veel werk op. Nu is het zelfs zo dat bouw... Dubbele beglazing, zullen we zeggen. Ja, maar bouw stokt nu omdat we te weinig vakmensen hebben. Als je daarop inzet, en als je dus inzet op isolatie, als je inzet op zonnepanelen, dan heb je daar echt heel veel werkgelegenheid, juist voor een groep die het in Amsterdam moeilijk heeft. Want je noemt het cijfer van de jeugdwerkloosheid. Laten we dan ook vooral het cijfer van de jeugdwerkloosheid. Hè. Je weet dat er ook nog groepen zijn in Nieuw-West, Noord en Zuid-Oost waar het nog moeilijker gaat. Laten we vaststellen dat daar de afgelopen jaren in ieder geval ook niet met hele specifieke programma's aan gewerkt is om dat te verbeteren. En ik maak me daar grote zorgen om. Maar de banen in Amsterdam groeien twee keer zo hard als het landelijk gemiddelde. Ja, er is een grote groep mensen die in deze stad nog steeds aan de kant staat en die niet een perspectief heeft op in deze baan. Maar de mensen die aan de kant staan zijn vaak de mensen die geen baan hebben, toch? Vaak. Ja, maar dat zijn dus heel vaak jongeren met een biculturele achtergrond. En als je niet daar een extra inzet op wil plegen, als je die niet een stageplek wil garanderen, als je die niet actiever ondersteunt, bijvoorbeeld vanuit het bedrijfsleven of vanuit de overheid,
Dan schrijf je ook een generatie af. En dat is wel wat er dreigt te gebeuren. En niet vanuit een economisch perspectief, maar gewoon uit sociale rechtvaardigheid vind ik dat je dat niet moet accepteren. En ook voor de toekomst van de stad is dat funest. Want ik denk dat we nog wel komen te spreken over segregatie. En de manier waarop we samenleven, want ik denk dat daar ook tussen ons wel een verschil zit. De keuze is uiteindelijk, kies je voor deze jongeren en ben je bereid erin te investeren? Kies je voor deze groepen en wil je er geld tegen zetten? Of kies je voor, wat mij betreft, toch te veel, laat maar waaien liberalisme van jullie? Nou, maar laat ik... Want als Rutger gelijk had, dan zou ik me dat best aantrekken. Maar dit college heeft iets unieks gedaan. En dan mag ik dat misschien even in het zonnetje zeggen. Onze wethouder onderwijs, Simone Kukenheim, die zag dit volgens mij hetzelfde punt waar jij en ik ons druk over maken. En die is gaan zoeken, waar zitten nou die jongeren? Waar kunnen we die het makkelijkst bereiken? En dat is op het mbo. Het zijn 30.000 leerlingen. En wij hebben als Amsterdam, samen met het bedrijfsleven, met onderwijsinstellingen, met de hele regio, een mbo-agenda geschreven. En in die mbo-agenda hebben we gezorgd voor klasseassistenten. We hebben gezorgd voor extra begeleiding. Dat noemen ze leerwerkcoaches. Dus dat zijn mensen die entreeleerlingen. Dus bij mbo dan heb je nog helemaal geen startkwalificatie. Doe je eigenlijk nog niet mee. Die gaan daarmee aan de slag. We hebben gezorgd dat er betere gebouwen zijn. En er is eindelijk een samenwerkingsverband tussen al die mbo's om veel meer stageplaatsen te krijgen. Maar ik moet daar wel bij zeggen. Dat is volgens mij fantastisch dat we het gedaan hebben. We hebben een compliment van gekregen voor de mbo-raad. Maar al die mbo'ers die ik spreek, die zeggen, ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar dan moet ik straks wel ergens in een bedrijf kunnen werken. En daarom moet je dus samenwerken met die bedrijf. Nee, maar daar ben ik helemaal niet kinderachtig in. Ik wil ook best één positief ding over Simone Kukenheim zeggen. Want dit heeft ze goed gedaan. Okay. Tegelijkertijd, want dan hebben we het inderdaad over die kansengelijkheid. Want dat rapport waar je eerder naar verwees, dat zegt heel nadrukkelijk dat in deze stad op dit moment het zoveel uitmaakt of je ouders een biculturele achtergrond hebben, of je ouders een opleiding hebben, mm-hmm, of je ouders werk hebben. De kans die kinderen hebben is zoveel lager. Het is iets waar ook dit college, mm-hmm, uiteindelijk niets aan gedaan heeft. Want segregatie was voor jullie geen overheidstaak. En als je de segregatie en de toegenomende ongelijkheid ziet in deze stad, wat zou er behalve zorgen over maken Dat is een combinatie van dingen. Dat is veel meer geld. Maar waar ga je dat van betalen? Want jij zegt steeds veel meer geld. Dan moet je denken, ja, ook even zeggen, en dat ga ik betalen, hoe? Ik wil je best wat posten noemen, hoor. Verhogen OZB vind ik geen enkel probleem. Toeristenbelasting, 100 miljoen structureel. In het verevingsfonds zit in 2020 tot 400 miljoen. In het mobiliteitsfonds zit over 2 jaar ook 100 miljoen. Nou, om met Erik van den Burg te spreken, deze stad is geld echt geen probleem. Nee, maar je kan in deze stad nog steeds maar één keer uitgeven. Ja, zeker. Ja. Zeker. En ondertussen ben je er al bijna doorheen. Laten we vaststellen. Nee, want het gaat niet over dit soort bedragen. We hebben gezien dat de gewichtenregeling, dat is een beetje technisch misschien, hè? Gewichtenregeling? We hadden een regeling die kinderen die bepaalde, bijvoorbeeld als je ouders geen Nederlands spreken. Voor de financiering van scholen? Nee, het is een aanvullende financiering voor kinderen waarvan je redelijkerwijs in kan schatten dat die het wat moeilijker hebben. Die gewichtenregeling is eerst verengd en afgezwakt. Simone Kukenheim heeft een brief geschreven dat ze zich daar grote zorgen om maakt. Uh-huh. Ik vind dat je tegelijkertijd ook gewoon moet zeggen, maar dan gaan wij dat dus compenseren. Want als het rijk dat niet doet, zou het betalen. Maar dit kun je betalen. Ik heb je net wat posten gegeven. Onze doorrekening zullen we ook. Ik ben zeer benieuwd. Overmorgen of zo. Kijk even naar Femke. Ja, binnenkort op de website publiceren. Ik zie Femke wel al heel zenuwachtig kijken. Nee, want hij is af. Nee, dat is niet waar, dat is af. Je kunt straks nog bij de langs gaan. Denk dat zij meer verstand heeft van financiën dan jij. Maar waar het om gaat, is dat je uiteindelijk dit soort keuzes moet maken. En als je het hebt over segregatie in het onderwijs, dan weet je dat die massief is. En laten we ook, als je kijkt naar het voortgezet onderwijs, we hebben de matching en loting. En in deze stad is het nog steeds zo, dat hebben we toch onlangs nog bediscussieerd, dat als je als witte, hoogopgeleide ouder dreigt met een rechtszaak, je alsnog op een school van je voorkeur komt. Ik vind het onbestaanbaar. Dit college heeft tientallen miljoenen geïnvesteerd in internationalisering van het onderwijs, terwijl heel veel kinderen niet eens het Nederlands beheersen. Waar ligt dan je prioriteit als D66? Ik denk echt dat dat niet goed is. Ik denk dat je, als je dat echt aan wil pakken, die segregatie, als je echt wil zorgen dat iedereen een kans maakt, als je echt wil dat al die kinderen die misschien een andere achtergrond hebben en wat moeilijker meekomen,
Dan moet je niet toekijken en dat segregatie geen overheidstaak is. Dan moet je ingrijpen. En dan moet je niet alleen maar focussen op die internationalisering. Dan moet je in die buurt werken. Ik snap dat dit... Dit doet het goed bij de achterban. En ik ben ook... Ik ben ook voor ingrijpen in het onderwijs, maar laten we dan. Die applausmachine wel. Dat moet ik ze nageven. Ik ben ook zeer voor het onderwijs helpen, maar het gaat denk ik wel op de manier waarop je dat doet. En wij hebben echt. Maar je hebt het de afgelopen 4 jaar niet gedaan. Maar laat me nou even vertellen wat we wel hebben gedaan. Want anders kan ik het ook niet uitleggen. En dan sta jij alleen maar boos te schreeuwen dat er niks gebeurd is. Ik ben dus niet zo boos hoor. Oh, dat is oké, gelukkig. Ik ben geraakt omdat dit een thema is. Wat cruciaal is voor de toekomst van de stad. Omdat ik me echt zorgen maak als we dit niet doen. Ik deel dat met deze stad. Ik probeer het alleen een klein beetje aan de kijkers thuis uit te leggen wat wij dan gedaan hebben. Dan kan jij er daarna weer heel boos over zijn. Wat wij hebben geprobeerd deze periode is, we hebben heel veel geïnvesteerd in onderwijs. Hè? Ongeveer 160 miljoen, dat is echt een grandioos bedrag. En dat hebben we nou eens niet vanuit de Stopera uitgegeven, dus vanuit het stadhuis. En gezegd, we gaan het zo doen en we willen dat resultaat. We hebben daarbij gezegd, dat gaan we aan leraren geven, aan meesters en juffen. En we gaan zorgen voor conciërges en we gaan zorgen dat er op elke school een vakleerkracht is. Maar we gaan ook nog 44 zwakke scholen speciaal ondersteunen. En ik kan je gewoon niet met jou eens zijn dat je dan kan volhouden. Want dan moet je dat ook tegen al die scholen zeggen. Dat je dan kan volhouden dat het onderwijs niet verbeterd is. Natuurlijk zijn er problemen in de stad. Het is niet verbeterd. Maar natuurlijk zijn er problemen in de stad, maar die los je alleen maar op door de mensen die dagelijks die problemen staan op te lossen, de middelen te bieden om het aan te pakken in plaats van hier op in een zaaltje boos te zijn en te zeggen dat er een pakpoen het allemaal opgelost is. Maar daar gaat het over. Als je het hebt over leraren de middelen bieden om dit op te lossen, dan moet je misschien toch nog even een keer Keizer bellen. Want het is niet voor niks dat de leraren aanstaande woensdag staken. Ja, maar daar wil ik wel. Maar hier neem ik een beetje aanstoot aan omdat wij hadden 7,5% salarisverhoging in ons programma staan, landelijk verkiezingsprogramma. Jullie hadden volgens mij 3% in je landelijk verkiezingsprogramma staan. Nee, meer of minder? Ja, meer. Nou, geen 7,5 in ieder geval. Maar hoeveel is er van terechtgekomen dan? Ja, maar Rutger, dat ga jij straks ook leren. We gaan straks. Zitten we aan zo'n tafel. Ja. We gaan straks zitten aan zo'n tafel. Dit is de essentie waar het om gaat. Nee, maar de essentie waar het om gaat is dat je in Nederland afspraken moet maken. Kies je. De essentie is, waar sta je voor en waar kies je? Bijvoorbeeld als we het hebben over die vluchtelingen, als je het dan weer wil hebben over die kabinetsbreuk, dan is het we willen het hebben over onderwijs in Amsterdam. En staat onderwijs in Amsterdam. Zeg ik, wij hadden heel graag gehad dat er meer geld naartoe ging. Het was waarschijnlijk makkelijker gelukt met GroenLinks dan met deze partij. Uiteindelijk, Reinier, gaat het om waar je staat en waar je genoegen mee neemt. Ja, wij zijn in die 100 en jullie langs de zijlijn. Nou ja, in sommige gevallen is dit dan misschien maar beter. Maar reken maar dat wij 22 maart maar nu weer even, helemaal maar nu weer klaar even over het onderwijs. Maar dat weet ik ook wel, want jij bent geen Jesse Klaver. Nee. Over het onderwijs in Amsterdam. Er is ik hoorde Jesse Klaver noemen, ik hoorde Kasia Ollongren noemen. Ja, het onderwijs in Amsterdam. Maar er is degelijk geïnvesteerd in onderwijs. Maar de pijnlijke conclusie is dat het onderwijs niet beter geworden is. Nee, dat onderwijs maar gaan, is dan gaan wij al die scholen... Ik was is het onderwijs de laatste jaren niet beter? Dat was laatst op de Amsterdamse maat. Hij is niet beter. Er zijn nog steeds een heleboel zwakke scholen. Zeker. En ik vind dat investeren in leraren helemaal niet slecht. Hoewel ik wel op zie dat ze er allerlei cursussen voor gedaan hebben, waarvan je je af kunt vragen, is dat nou wat ze nodig hebben? Wat zouden ze wel nodig hebben? Wat zouden ze wel nodig hebben? Zijn dat dezelfde labmiddelen als die Arjen Vliegenhardt voor armoede heeft gedaan? En het gaat er niet om dat ik ze uitleg wat ik moet doen. Het gaat er uiteindelijk om dat je als stad ook bereid bent te investeren in leerlingen. En ik vind dat leraren best meer ondersteund mogen worden. Maar ik vind het niet te verkroppen dat je tientallen miljoenen vertimmert aan een internationale school, terwijl je weet die groter is. Hè? Dat moet ik dan even. Die internationale school is gebouwd met normen voor klassen van kinderen
Die normen zijn echt aan de bovenkant. Nederlandse kinderen hebben een veel lagere norm. Sterker nog, de meeste Amsterdamse kinderen zitten in oude schoolgebouwen. Mijn kinderen zitten echt nog veel verder onder die norm. En ik vind het dan niet te verkroppen dat je tientallen miljoenen in een internationale school vertimmert. Ja, terwijl klinkt, je weet dat in Nieuw-West en Zuid-Oost... Maar dit klinkt... Rutger, het punt is daar. Er is veel te doen aan de onderkant. Maar ik vind dat je dus verkeerde prioriteiten gesteld hebt in het onderwijs. Maar wat moet daar dan gebeuren? Wat zou er de volgende periode in die zwakkere scholen, die er zeker zijn, moet er gebeuren? Nou, ik vind dat je in die zwakkere scholen veel meer moet investeren. Ja. Dat betekent betere gebouwen. En dat betekent dat is iets wat de gemeente kan doen, hè? Betere gebouwen. De gemeente gaat over huisvesting, precies. Dus dat kun je doen. En ik vind ook dat je in die achterstandsleerlingen echt veel meer moet investeren. Omdat je ziet dat het daar misgaat. Nou, maar dan hoor ik eigenlijk alleen maar geld. Voor onderwijsgebouwen. Dan kan je toch moeilijk zeggen dat we daar niet genoeg aan doen. Nee, omdat je bepaalde onderwijsgebouwen hebt gefaciliteerd. En niet alle onderwijsgebouwen. Ik wil daar wel even wat over zeggen. En dan even voor de... Ik vind dingen als Gaat Kijken in Nieuw-West, daar neem ik echt aanstoot aan. Vooral omdat wij nu een internationale school hebben, geopend in Zuidoost. En ik vind ook dat als Rutger is een partij die net als wij, volgens mij gaan we samen nog een soort van campagne voeren voor internationals. Dan heb ik wel een verrassing voor Rutger. Misschien als je met die mensen praat, die hebben heel gek genoeg ook kinderen. Dat zijn wel vaak kinderen die praten Engels. En dat is verdomd lastig lesgeven in een klas met 29 jongetjes en meisjes die alleen maar Nederlands praten. Dat gaat niet. Daar heb je een apart lesprogramma voor nodig. Nou is het met internationaal onderwijs ook nog zo, dat daar van speciaal onderwijs tot HAVO, tot MAVO, tot gymnasium zit allemaal dwars door elkaar heen. Als je wilt dat die kinderen het beste onderwijs krijgen, dan hebben die iets meer ruimte nodig. Ik ben daarvoor, omdat ik vind dat internationals ook een plek hebben in de stad. En laat ik daar nog iets bij zeggen. Simone Kukenheim heeft zich nooit gehouden aan de ondergrens voor onderwijsgebouwen. Die heeft altijd geprobeerd dat groter te maken, dat mooier te maken. Rutger, even terug naar jouw punt. Jij zegt, dan moet je echt Jij zegt natuurlijk in feite, en dat vind ik wel even een bruggetje naar een volgend soort onderwerp, want je zegt in feite, ja, er zijn natuurlijk ook kinderen van expats hier in de stad, maar dat zijn burgers van deze stad. Dat zijn vaak mensen die ook hier belasting betalen. Soms zelfs stemmen. Ja, dus is het dan eigenlijk voor eigen bevolking eerst? Nee, helemaal niet. Want laat er geen misverstand over bestaan. Mijn buren zijn Portugees. Die hebben kinderen in... In dat geval, jongens. Hey. Als je nou even luistert, Renier. Ik vond dat geest. En hun kinderen zitten gewoon bij mij op de buurtschool. Mm-hmm. Dus de vraag is of je nou echt allemaal naar die expatschool moet. En of je dat massaal moet faciliteren. Dat is de vraag natuurlijk. Ja. Ik zou het veel logischer vinden dat als je echt in Amsterdam wil wonen, dat je dan gewoon naar de buurtschool gaat. En ja, je kunt natuurlijk zeggen, er is veel geïnvesteerd. Maar er is wel degelijk scheef geïnvesteerd. Omdat als je kijkt naar de schoolgebouwen, is het niet zo geweest de afgelopen jaren dat het meeste geïnvesteerd is waar het hardst nodig was. Dus als het aan jou ligt, de volgende periode investeren in de... Het meest investeren waar het hardst nodig is. En dat is in een heleboel delen van de stad. Precies. Die te vaak onvoldoende aan de beurs zijn. Mag ik misschien nog een voorbeeld noemen? In Amsterdam-Oost is de Amsterdamse MAVO geopend. Dat is een categorale MAVO. Want we doen net allemaal alsof D66 alleen maar elitaire, hele dure internationale scholen bouwt. Het is gewoon een Amsterdamse MAVO. En op die MAVO, hele gemengde school overigens, gaan we samen een keer een kop koffie drinken. Die zeggen met... De onderwijsagenda hebben we het echt voor elkaar gekregen dat wij zo'n MAVO kunnen maken waarvan al deze kinderen straks een enorme kans hebben om door te stromen. Dat is investeren in kansengelijkheid compleet aan de onderkant. Dan heeft dit college gedaan. Nee. Hier gaat het misschien wel mis. Oh. Ja, nee, maar kijk, ik ben helemaal niet zo voor die categorale scholen. D66 en VVD is... Maar je bent zo somber op alles. Nee, maar dat is geen somberheid, Renier. Nou, ja. Nee, Renier, dat heeft met somberheid niks te maken. Ik denk dat ik... Nee, maar je bent niet voor dat en dat vind je... Zal ik dan uitleggen waar ik wel voor ben? Nou, als ik laat uitpraten, dan lukt dat misschien wat beter. Ja, het klinkt al een beetje als een huwelijk, jongens. Ik ben uitpraten. Gaat goed, maar gaat uitstekend. Ik ben zelf een stapelaar die op een brede scholengemeenschap zat. D66 en de VVD willen inderdaad alleen maar categorale scholen. Helemaal niet. Ik denk dat een categorale MAVO niet per se beter is. Ik heb liever een brede scholengemeenschap waar MAVO, HAVO en VWO bij elkaar zitten. Zodat je uiteindelijk die overgang alleen maar makkelijker maakt. En de focus op categoraal is heel vaak, laten we daar ook gewoon eerlijk in zijn, de focus op excellentie. En ik vind dat we de terreur van excellentie ook eens mee op moeten houden. Omdat je in die zin kinderen gewoon veel te veel labelt. Nou ja, je zou... Ik geloof inderdaad dat elk kind een toptalent in zich heeft. Ik geloof dat elke mbo'er een potentiële vakman is. Of vakvrouw. Ik geloof dat iedereen op brede scholen
extra geholpen moet worden. Maar dat als kinderen zich veilig voelen en fijn op een categorale school, dat we ze dat moeten gunnen. Ik geloof, waar ik niet in geloof, is dat jij en ik het hier moeten bedenken wat wij het beste vinden. Omdat mijn ervaring is dat dat het onderwijs niet ten goede komt. En ik denk dat dat ook wel blijkt uit het feit dat jij niet meer weet te bedenken. En nog even, nu even een zorg die veel mensen met kinderen in de stad hebben. In de volgende periode, blijft het dan zo dat je niet je eigen school kan kiezen eigenlijk, maar dat dat gematcht en toegewezen wordt, of wordt dat anders? Dat wordt wat mij betreft zeker niet anders. Ik weet het. D66 heeft daar natuurlijk lang campagne op gevoerd, vrijheid om zelf een school te kiezen. Maar ik denk dat het in Amsterdam gewoon simpelweg niet meer kan. En als ik kijk... En wat betekent dat? Dat je dus een matching- en lotingsysteem houdt. En ik denk ook dat dat eerlijk is. Hè. Ik zit zelf nu in deze hele toestand. Levensfase, ja. Ja, nee, mijn zoon gaat naar de middelbare school. En ik vind dat in deze stad een van de middelen die we hebben om te sturen is dit matching- en lotingsverhaal. Omdat er dan kinderen komen op scholen waar ze gewoonlijk niet zouden kunnen komen. En ook scholen misschien zouden denken, ik vind het een ingewikkeld kind. Dus weer een voorbeeld van sturen. Ik vind dit een heel duidelijke sturing. En dan kan het dus ook niet zo zijn, wat dit jaar gebeurd is, dat als je als ouder dreigt met een rechtszaak, dat je alsnog op de school van je eerste voorkeur komt. Vind ik echt een schande. Ondergraaft het systeem wat mij betreft. Maar erbij overigens. En ik vind echt dat je ook daar... Dus als je als burger je recht haalt bij de rechter en je krijgt gelijk van de rechter, dan is dat een schande? Nee, was in dit geval niet zo, hè? Okay, maar, in dit geval, maar, wat er gebeurd is... Ik hoorde je dat zeggen. Nee, wat in dit geval gebeurd is dat er gedreigd is met de rechter en dat uiteindelijk het OSFO en de wethouder, die daar later excuses voor gemaakt heeft, in overleg zijn gegaan met scholen en stoeltjes hebben bijgeplaatst. En dat is wat mij betreft ondergraving van het systeem. Stoeltjes bijplaatsen mag niet. Nee, vind ik niet. Ik vind dat, want nu is er ook plaatsingsgarantie, hè? En ik vind een loting en matching systeem... Zult allemaal gelijk zijn. Net als dat postcodebeleid in lage scholen. En Reinier, dat is geen kwestie van gij zult allemaal gelijk zijn, hoewel ik dat best niet vind om na te streven. Waar het om gaat, is of je in deze stad vindt dat die kansen er dan altijd vanzelf zijn. Want die gelijke kansen waar jij zo in gelooft, die zijn natuurlijk niet gelijk. En als je scholen gewoon zelf laat selecteren, dan weet je dat door de financiering van scholen, scholen selecteren op kinderen waarvan ze redelijkerwijs aan kunnen nemen dat die de hoogste uitslag halen. Dat die het snelst doorstromen. En dat werkt uiteindelijk segregatie in de hand. Dus je moet als overheid sturen, omdat anders een heleboel kinderen in deze stad, die net zo Amsterdammer zijn als jij en ik, die net zo Nederlander zijn, die net zo slim, betrokken, fijn en talentvol zijn, minder de kans krijgen. En ik weiger dat te accepteren. Reinier, blijf. Die vrije schoolkeuze. Het beleid van de gemeente is nu als volgt. Hè. Iedereen mag zijn eigen school kiezen. Dat is vooral voor de basisschool overigens. Iedereen mag zijn eigen school kiezen, maar je krijgt voorrang in jouw postcodegebied. Ik denk dat dat heel goed is, want dat zorgt dat kinderen... Mag wat strikter van mij betreft. Ja, nou ja, daar ben ik dus niet zo voor, maar dat ga ik zo vertellen. Dat betekent dat je kan kiezen voor een school in je buurt. Maar als je echt vrijheid van onderwijs staat, overigens ook in onze grondwet, als je dat echt belangrijk vindt, en je vindt, zoals mijn schoonmoeder dat overigens vroeger gedaan heeft, dat je door weer en wind moet fietsen, omdat jij gelooft dat de beste school voor jouw kind op een half uur fietsen zit, dat kan. Dat is een vrijheid waar ik aan hecht. Wat we natuurlijk wel kunnen doen, is zorgen dat die buurten een stuk gemengder zijn, omdat ik geloof dat dat uiteindelijk is wat segregatie tegen. Ben je daarvoor? Daar ben ik zeer voor. Nou, dat lijkt me niet. We hebben het zo nog even over wonen. Ik bedoel, als je ervoor zorgt dat bepaalde mensen in een bepaalde buurt wonen. Nee, maar kijk, hier is denk ik het verschil tussen jij en ik. Jij ziet menging altijd als alleen maar lage inkomens. Nee, hoor, ik zie menging soort van laag tot midden. Tot wat rijker. En nou even met die scholen nog steeds. In dit voorbeeld met die postcodes en die... met die postcodes en die dus de vrijheid om te kiezen. Maar ja, een beetje in je eigen gebied. En wat nou als je een katholieke school wil of en die zit aan het andere eind van de stad? Of je wilt een Montessori school, je wilt een uit levensovertuiging, hè? Joods, islamitisch, christelijk. Hoe doe je dat dan? Even voor de duidelijkheid, ik ben voor afschaffing van artikel 23, dus dat zou heel goed zijn. Artikel 23, gelukkig artikel 23 in de grondwet? Religieuze onderwijs, hè? De financiering daarvan. Maar een grondwetswijziging is wat ver weg. Maar je kunt dus als overheid wel degelijk sturen. Omdat als je die vrijheid te groot maakt, betekent het uiteindelijk witte vlucht. En we zien nu... Dus als je uit levensovertuiging even voor de overtuiging een andere keuze wil maken, dan is witte vlucht belangrijker. Je moet kiezen, dat begrijp ik. Als ik zou moeten kiezen, dan zou ik zeggen, dan vind ik het belangrijker dat we gemengde scholen hebben, dan dat we faciliteren. Dat je naar een Joodse school gaat. Kluitje bij elkaar gaan zitten. Ja. Omdat uiteindelijk het op een kluitje bij elkaar zitten en blijven zitten, deze stad niet vooruit helpt. Oké.
Dus, ik ben zeer voor vrijheid van onderwijs. Ik denk dat het heel goed is, hè? Want dat is dat bijsturen van D66. Om wel te stimuleren dat mensen in hun eigen buurt naar school gaan. Maar hoe regel je dan dat mensen, want jij zegt ik ben daarvoor in principe, oké. Maar hoe regel je dat in een stad met schaarse middelen? Onderwijs is een, schaarste. Ja, je kan je ook afvragen hoe dat in godsnaam zou gekomen is. Maar goed, maar in je eigen postcodegebied. En als je naar de andere kant van de stad fietst, als je een Joodse school wil, wat doe je dan? Dan krijg je daar geen voorrang. Dan kan het zo zijn dat je levensovertuiging... Ik vind niet dat vrijheid van onderwijs ervoor zorgt dat je daardoor maar voor iedereen op die school die plek moet hebben. Mm-hmm. Dat wordt gewoon allemaal keurig berekend. Ik denk dat het belangrijk is dat kinderen zoveel mogelijk in de buurt naar school gaan. Maar wat vinden ouders ook makkelijk dat vaak? Dat vinden ouders vaak ook makkelijker. Ja. Maar als ouders de keuze maken om door weer en wind ergens anders heen te fietsen, omdat ze ten diepste geloven dat dat het beste is voor hun kind, dan geloof ik in de vrijheid dat dat mag. Ja, en dat moet je ook als gemeente mogelijk maken. Ja, want ik denk, en dat is ook wel waardoor ik de politiek in ben gegaan, dat je die vrijheid moet bieden. Ik vind alleen wel dat de gemeente de onderliggende oorzaken van segregatie in buurten moet oplossen. En laten we dan gewoon eerlijk zijn, dat als je in Amsterdam wijken hebt... Maar de keuze die Rutte gemaakt heeft, liever dan de segregatie oplossen dan de vrijheid. Welke maak jij dan daartussen? Ik probeer dus de kool en de geit te sparen. Ik probeer de voorrang te geven. Dus dat is volgens mij echt sturen op waar mensen hun keuze in maken. Ja. De vrijheid te bieden waar het kan, maar tegelijkertijd wel de onderliggende oorzaak aan te pakken. Ik denk dat je dit. Ik ga het toch ook even dan met jou in discussie. Want ik denk dat je dit niet los kan zien van hoe onze buurten zijn opgebouwd. Laten we de buurten in Nieuw-West nemen. Maar daar heb je het nou juist over dat er niet toe doet. Want als je op de fiets mag stappen. Kijk, de vraag is. Of je vrijheid altijd vrijheid moet laten. Ja, ook als dat het grotere geheel schaadt. En ik ben ervan overtuigd dat als je inderdaad het maar laat... dat een heleboel scholen... want je weet, segregatie in het onderwijs is in Amsterdam echt een enorm probleem. Als je dat maar laat gaan, dan is het op de lange termijn... is dat het gif voor deze stad. Want als wij niet... met elkaar op school zitten, als we niet elkaar ontmoeten... als we niet elkaar leren kennen, dan hebben we geen toekomst samen. Ja. Maar Rutger, allereerst ben ik er een stuk minder somber over dan jij. Om de simpele reden dat ik ook heel veel voorbeelden ken. Ik kijk met groot vertrouwen naar 21 maart. Dus ik ben helemaal niet zo somber. En je zegt steeds somber. Ja. Ik ben niet zo somber. Dit klonk, sorry in mij, maar ik ben een optimistisch jongen. Klonk het gewoon redelijk somber in de oren. Ik wilde dan een positief voorbeeld noemen. Want omdat ik heel graag kijk naar de dingen die wel lukken. Dan heb je bijvoorbeeld in de Baarsjes de Visserschool. Dat is echt geen school waarvan je direct denkt die is... enorm gemengd. Er zitten wel verschrikkelijk veel verschillende nationaliteiten, maar ik denk dat jij het niet direct als een gemengde school zou zien, maar dat is wel een school die het enorm goed doet. Omdat ze daar gewoon gezegd hebben, dit is een feit, dit is hoe onze buurt eruit ziet, maar wij laten ons niet vertellen dat wij dan een slechte school zijn. Wij gaan gewoon voor het allerbeste onderwijs. En nu nog even over die stad, hoe die stad eruit gaat zien. Dat samenwonen en dat door elkaar heen wonen of niet en wel. Ja. En dan komen we nu toch ook bij het woningbouwbeleid. Ja, ik denk dat essentieel is. En dat vinden jullie volgens mij beide. Als je in die programma's kijkt, zijn het ook dingen waar jullie veel over hebben, over die woningbouw. En daar is het grootste verschil, zit dan toch spitst zich toe op waar leg je de nadruk. Hè? Sociale woningbouw en sociale woningen of de middenhuur. Ja, weet je. De middenhuur of de... Nee, maar wij vinden middenhuur allemaal belangrijk. Mm-hmm. Ook wij vinden dat sterker. Ik zou zeggen dat we het soort gereguleerde gedeelte van de markt moeten vergroten, hè, dat gaat dan over inkomensgrenzen, om juist die middengroepen te beschermen. Want als je kijkt wat een leraar of een onderwijzer verdient, dan zijn dat geen bedragen waarmee je tot 1100 euro per maand, hè, dat is de bovengrens van een middenuur van D66, die kun je dan eigenlijk gewoon niet betalen. Maar de vraag dus jij vindt ook dat daar een groot probleem ligt? Ja, natuurlijk. Maar dat vindt iedereen inderdaad. Mm-hmm. Maar de vraag die eronder ligt is... ten koste van wie maak je de keuze? Ja, en, dat is de volgende vraag. Dus de eerste vraag is dit een probleem? Ja, maar daar zijn we het allemaal over eens. Beiden, geloof ik. Dat is de discussie niet. Maar de volgende vraag is, ten koste van wie maak je een keuze? En ik vind dat je als D66 zegt... je moet het aandeel sociale huur moet je verlagen. Terwijl we weten dat er meer mensen zijn die inkomensgewijs daar recht op hebben. Ja, omdat die en ik zou zeggen, je moet het juist ten koste van de particuliere sector doen. En dat betekent dus dat je inderdaad stuurt op een grotere controle
Op dat en hoe moet dat dan uit die particuliere sector komen? Wat moet dan de gemeente kopen, die particuliere huizen? Nee, in de middenhuur moet dan vooral bijbouwen en moet dat gereguleerd doen. Kijk, je kunt gewoon grondprijs kunnen wij lager aanbieden. Ja. En je kunt voor 50 jaar afspraken maken over gereguleerd. En dat doe je dan dus een kleiner segment uit het duurste segment kleiner maken en bijbouwen voor dat middensegment. Dat kan. Kijk, want de consequentie is uiteindelijk, als je zoals D66 zegt, het aandeel sociale huur moet omlaag. En je moet corporatiewoningen blijven verkopen, dan kan dat zelfs voor een tijdje best voor een middeninkomen goed zijn. Maar met deze druk van het groot geld op de stad, zijn we weer, want er is een enorme instroom van kapitaal, dan is iets misschien wel een tijdje een middeninkomen, maar als je dat niet, of een middenwoning, maar als je dat niet reguleert, dan gaat die woning van 850 na één verandering, stel je krijgt een kind, direct naar 1500 tot 2000 euro. Dat is niet helemaal en dat is gewoon echt een probleem. Okay, dus liever dan uit dat segment dan uit het andere. Kijk, het is denk ik goed om te vaststellen dat we over de nieuwe stad het niet zo heel erg oneens zijn. Wij zeggen, we willen iets meer koopwoningen. De nieuwe stad zijn de nieuwe bouw. De nieuwe bouwopgave. Ja. Wij willen niet in het groen bouwen, jullie wel. Nou, wij willen iets meer koopwoning bouwen. GroenLinks iets meer sociaal. Volgens mij willen we qua middeninkomens allemaal hetzelfde. Maar het punt waarom ik steeds ook bij onderwijs erop aanhaakte, is omdat wat ik echt zie in onze Amsterdamse buurten, is dat het arm of rijk is met helemaal niks ertussenin. Om de simpele reden dat je een sociale huurwoning niet mag huren als je boven de 2150 verdient, dan netto. Hè? Dat moet je dan samen opbrengen. Sommige mensen wonen alleen. En dan wordt door de linkse partijen al vaak gezegd, nou, wie verdient dat nou? Maar dat zijn vaak gewoon hele normale Amsterdammers. Als je 6 jaar in je eentje onderwijs geeft in Amsterdam, gewoon een leraar of een lerares bent, kan je niet meer in een sociale huurwoning wonen. Maar ook als je bijvoorbeeld peuterwerk bent en heftruckchauffeur, dan mag je niet in een sociale huurwoning wonen. En ik heb een collega dus, van en dus ons, wat betekent dat voor die dus keuze? Dus meer sociale huurwoningen komen? Nee, dat betekent dat je kan niet op een wachtlijst staan, je kan geen woning kopen in Amsterdam, dan moet je de stad uit. En dat is eigenlijk de onzichtbare wachtlijst van de Amsterdamse woningmarkt. Dat is de wachtlijst van mensen die na hun studie in het middensegment zouden moeten huren. En, ja, maar die moeten de stad verlaten. Die gaan naar Diemen, Purmerend, Amstelveen, Almere of nog erger. en ik vind dat verschrikkelijk voor de stad. Maar dat zorgt er ook voor dat we wijken hebben die compleet uit het lood hangen. En wat ik nou wil, is dat in die wijken vrijkomende corporatiewoningen ook naar middeninkomens gaan. Omdat ik denk dat we in die nieuwe stad enorm veel kunnen mengen. En die keuze maak ik omdat ik een gemengde stad gewoon niet afmeet aan het percentage woningen strikt voor lagere inkomens, maar aan het percentage woningen wat voor iedereen toegankelijk is. Zodat een wijk gemengder wordt. Ja. Maar de wachtlijst voor sociale huurwoningen is wel 14 jaar lang. Nou ja, dat is Oost-Europees lang, wou ik wel zeggen. Ja, is enorm lang. Maar dat komt. Laten we allereerst, ik denk dat een conclusie is van net, we kunnen het niet afzetten tegen de wachtlijsten van middeninkomens, want die zijn er niet, die kunnen niet op een wachtlijst. En die zijn misschien wel langer, zeg je eigenlijk. Nou ja, want die zie je niet. Durf best de stelling aan dat die het net zo zwaar hebben op de woningmarkt. Maar er zit nog één ander probleem. En dat grote probleem is dat 1 op de 5 corporatiewoningen gehuurd wordt door iemand die er eigenlijk al te veel voor verdient, maar geen kant op kan in Amsterdam. Ja, dan zou je omdat het dicht zit boven de woning. Ja, je bent gek. Nee, maar als je een woning hebt in Amsterdam. En, nee, maar dat is gewoon een feit, namelijk niet per se. Nee, maar wat ik wil, is dat we die middenhuurwoningen die we bouwen en die we van corporaties liberaliseren, heet dat, dus gewoon aan middeninkomens gaan verhuren, dat die allereerst toegankelijk zijn voor mensen die te veel verdienen voor een sociale woning en een sociale woning achterlaten. Want zo is een sociale huurwoning vrij, komt een middenhuurwoning bij en dan droogt de wachtlijst vanzelf weer op. En zo krijg je de woningmarkt dan. Ja, maar er zijn een paar dingen die hier niet aan kloppen. Maar dit heeft Ranier eerder gezegd, ook in het NRC-interview. Ja, ja, ja. Maar wat klopt er niet aan die redenatie dan? Ja, omdat voor een gedeelte, als je de groepen die hij noemt, hè, een beginnende leraar of lerares. We hebben in deze stad heel veel alleenstaande. Als je alleenstaand bent, kom je nog steeds in aanmerking voor een sociale huurwoning. Want dan verdien je na 5 jaar nog steeds, 22, 23 netto. En maar dan mag je niet meer in een sociale huurwoning. Daarom moeten we precies dat daarboven vergroten. Want die kunnen ook niet in de middenhuur in middenhuurwoning tot 1100 euro. Je moet juist dat segment uitbreiden. Maar je moet het
gereguleerde... Nee, maar laat mij ook even uitpraten. Ja, ik heb ook netjes naar jou geluisterd. Je hebt allemaal gelijk. Je moet dat gereguleerde segment moet je uitbreiden. Want dat is volgens mij waar die mensen dan wel terecht kunnen. Want wij willen ook voor die middeninkomens wat doen. Je moet heel veel bijbouwen. Maar je moet ook gewoon realistisch zijn en zeggen dat we dit niet op hele korte termijn op kunnen lossen. En de keuze die Reinier uiteindelijk maakt is... Door te zeggen, als een sociale woning, een corporatiewoning, die moet je aan een middeninkomen geven, dan betekent het dat je uiteindelijk natuurlijk wel het aandeel van mensen met een wat lager inkomen in deze stad wil verkleinen. En mijn probleem zit er nou juist in dat als je het hebt dan over die corporatiewoningen, dan zijn dat vooral corporatiewoningen die bijvoorbeeld verkocht worden. Ik vind dat we daarmee moeten stoppen. In de duurste gebieden van de stad. We hebben al gezien dat we in delen van deze stad, bijvoorbeeld in de Noordpijp, in delen van het centrum, dat je al onder de 30% sociale huur zit. Dat betekent dat buurten echt qua inkomen heel eenzijdig gaan worden. En dus moet je wat mij betreft juist daar geen sociale huurwoning verkopen. Sterker nog, dan moet je zorgen dat je daar sociale huurwoningen bij bouwt. Wordt die dan niet eenzijdiger, die buurt? Nee, want als je sociale huurwoningen bijbouwt, natuurlijk niet. Kijk, ik zou zeggen, er zijn heel veel plekken in de stad waar dat nog echt wel kan. Het probleem is met de verkoop van de sociale huurwoningen dat een corporatie wil het meest verdienen. En die verdient natuurlijk het meest aan een woning binnen de ring. Maar en daarmee krijg je dus uiteindelijk... daarmee krijg je uiteindelijk dat je een hele grote groep sociale huurwoningen buiten de ring hebt. Bijna geen sociale huur meer binnen de ring. En we vinden allemaal, want je kunt tot 70.000 woningen ongeveer bijbouwen in de stad. Dat je in Nieuw-West, dat je in Noord en Zuidoost ook meer andere woningen zou moeten bouwen. Want daar is menging ook nodig. Maar dat moet je niet ten koste doen van mensen die aangewezen zijn op sociale huur. Sterker, je moet die sociale huur juist uitbreiden. Omdat dat voor heel veel mensen in deze stad cruciaal is. Omdat uiteindelijk als jij... wil emanciperen in deze stad, is een sociale huurwoning heel vaak het eerste waar je op aangewezen bent. Het probleem is niet de middenhuur, het probleem is gebrek aan betaalbare woningen. En dat probleem los je niet op met meer markt. En dat is natuurlijk de keus. Ik denk dat over die koopwoningen, ik zal niet helemaal dit proberen te weerleggen. Maar dat over die koopwoningen vind ik nog wel... Kun je ook helemaal niet weerleggen, want het klopt. Je wil gewoon meer markt. Nee, helemaal. Wel waar. Ik wil nog even wat zeggen over die koopwoningen. Wij vinden ook dat je binnen de ring van Amsterdam geen sociale huurwoningen van corporaties meer moet verkopen. Maar ik ben er zeer voor dat we dat daarbuiten wil doen. Om de simpele reden dat middeninkomens die vaak nog kunnen betalen. Er heeft gisteren een fractiemedewerker van mij, die gaat samenwonen met toevallig iemand die in de verpleging werkt. Die heeft een woning van een woningcorporatie gekocht in de Van der Pek-buurt. Ik kan je vertellen, daar waren ze verdomd blij mee. En ja, weet je waarom? Ik. Omdat ze anders geen kans hebben om in Amsterdam te wonen. En weet je wat het fijne is voor die lagere inkomens, die kunnen dan straks met dat geld wat zij aan de corporatie betaald hebben in een gloednieuwe duurzame sociale woning bouwen. Dat is ook niet wat er gaat gebeuren. Ik wil het hier min of meer bij laten. Jammer wel, want hier zouden we ook wel één programma over kunnen. Absoluut. En dan hebben we het nog niet eens over de woordwaarde, de kanon gehad en dat soort dingen. Maar, we gaan toch niet over erfpachten? Maar de erfpacht bedoelde ik dan. Het woord wilde ik niet noemen. Hè. Het woord wat nauwelijks. Maar gaan we niet doen. Ik kwam nog even terug op een paar dingen hier uit het interview die toch wel heel interessant zijn, vond ik. Bijvoorbeeld het feit dat jullie beiden lijken te accepteren als je dit interview leest. Dat als wij een bepaalde levensstijl en... gedoogbeleid hier in de stad hebben, zoals het snuiven van kook. Mm-hmm. En dat je dan maar moet accepteren dat de stad onveilig is. Dat lees ik hier jullie beiden zeggen. Nee. En daar staat dan dat Wittenburg, staat iedereen vers in het geheugen. Kinderen doodgeschoten in een school vanwege drugsbendes, oorlogen. Maar omdat wij, en dat staat wel, zo staat het hier wel, en dat wil ik graag toch even naar boven halen. Want dat heb ik niet gelezen. Want dat zou dan een misverstand blijken te zijn. Is die veiligheid, dat moeten we maar accepteren? Maar volgens mij zit hier geen verschil tussen Reinier en mij. Dat geloof ik ook niet, maar daarom vraag ik jullie beiden. Maar volgens mij, ik denk dat een zekere mate van drugsgebruik gewoon bij deze stad hoort. En dat ook niet iets is wat je per se zou moeten willen uitroeien. Mm-hmm. Simpelweg omdat het niet kan. Dan impliceer je dat Wittenburg erbij hoort. Nee, niet per se. Dat vind ik echt een flauwe conclusie. Want volgens mij hebben wij
Allebei, en ik heb daar laatst ook wel een beetje zuchtend, maar weer mee ingestemd. Waar het probleem zit, is dat wij gewoon een tekort aan rechercheurs hebben. Mm-hmm. En dat wij tekort hebben aan politie. Want de hoofdcommissaris heeft gezegd, wij moeten zoveel reageren op incidenten, op bijvoorbeeld... Dus we hebben een tekort aan politie? Nou, we hebben een tekort aan mensen die de dieperliggende oorzaken en die de grote bendes aan kunnen pakken. Okay. Maar als je het mij echt vraagt, dan denk ik... Ik bedoel, met alleen repressie los je niks op. Ik vraag het je echt, namelijk, want het gaat over... Nee, maar je lost met alleen repressie niks op. En je lost met verbieden van harddrugs echt niet op dat er dan minder gebruikt wordt. Okay. En dat betekent dat je de oorzaken van dat bendegeweld aan moet pakken. Ik denk, daar pleiten we allebei voor. Maar er zit dus ook in dat je een zekere mate van drugsgebruik... en dus drugsgerelateerde criminaliteit en drugsgerelateerd geweld... dat hoort dan ook bij de grote stad. Dat is dan de boodschap aan de kiezer? Ja, nee, maar ik denk dat wij proberen beide hier een eerlijk verhaal te vertellen zoals wij het zien. Ik denk dat het voor iedereen een illusie is dat de war on drugs ooit echt zal werken. Het gaat gewoon niet lukken om drugsgebruik in onze maatschappij volledig uit te nemen. Okay, dat zullen mensen blijven gebruiken. Zou jij daarvoor zijn dan, Joeri? Nee, ik zeg hem niet waar ik voor. Ik vraag door naar wat jullie hier zeggen. Maar dat betekent ook dat je de kant van... verdere repressie niet op kan. Okay. Ik vind wel dat je criminaliteit moet bestrijden. Laat ik ook zeggen, kijk, drugsgebruik is niet goed voor je en dat betekent dat in principe... dat vond Rutger truttig. Maar ja, maar ik heb het zelf wel eens ervaren. Het is niet bevorderlijk voor je concentratie in ieder geval. Het hangt een beetje van het middel af. We gaan nog wel eens tips uitwisselen, denk ik. Laten we dat na de formatie doen. Maar dit hoort er. Dat betekent dat er ook bij hoort dat het een volksgezondheidsprobleem is. En dat betekent dat je voorlichting zou moeten geven. Voor een deel zou je het moeten reguleren. Proberen vrij te geven, zodat het veilig gebruikt wordt. Maar dit is toch een vreemde boodschap aan de kiezer? Kijk, u gebruikt drugs. We gaan de repressie niet laten toenemen. Hè, dat begrijp ik ook nog. En dan hoort een beetje geweld er maar bij. Dan zou je toch ook echt de kiezer kunnen vertellen. Ik ga voor legalisering. Maar dat doen jullie dan ook niet echt, hè? Ik bedoel dus, dat de boodschap wordt kiezen. Maar Joeri, ik zou ook niet voor legalisering van bijvoorbeeld coke zijn. Omdat ik denk dat je dat met softdrugs goed kunt doen. Ja. Hè? En dat scheelt een hoop. Maar daar zijn we het ook weer met elkaar eens. Maar ik denk dat bij zeker cocaïne dat niet kan. Maar ik denk dat kiezers ook wel snappen dat alleen maar repressie dit uiteindelijk niet voorkomt. Dat geloof ik ook wel. Dus ik denk dat het ook heel raar zou zijn om alleen maar te roepen... dat hier meer repressie op losgelaten moet worden. Dat lijkt me ook. Maar ik heb het even over jullie boodschap aan de kiezer. Dat repressie niet werkt en dat u het maar moet accepteren. Nee, maar er stond nog wat in dat artikel. Hè. Ze zeggen, we willen graag die rechercheurs, die hebben we nu niet. Maar dat betekent dat jullie willen beide meer rechercheurs? Zeker. En liever vandaag dan morgen. Okay. Ik vind het echt een grof. Ja, dat dringen we allebei ook al heel lang op aan. Hoor. Dat heb ik jullie ook wel eens eerder horen zeggen. Maar nu hebben we eigenlijk nog maar één knop om aan te draaien. Dan kom ik toch weer bij die kansgelijkheid, maar dan meer bij jongerenwerk. Ik vind echt dat wij het volgende college moeten zorgen dat we in de haarvaten van die wijk zitten. En toen ik in Wittenburg was, ik was er een paar dagen na die schietpartij, heb ik goed geluisterd. En me ook echt wel aangetrokken wat daar gezegd is. Die ouders zeggen daar allemaal, jullie doen best wel goed werk en dat buurtcentrum is er. Maar uiteindelijk weten jullie ons niet allemaal te bereiken. En dat komt voor een deel ook gewoon, omdat ik wil zeggen, wij hebben daar geen positieve... Dus meer sociale kansen in de haarvaten. Nee, maar wij hebben daar ook niet alleen maar positieve bijdragers aangeleverd met dit college, omdat we best prima, maar wat moet wel? De vorige colleges maar wat moet wel? Wat is dan wel de oplossing? Je zou heftig moeten investeren in jongerenwerk op straat. Okay. Je zou moeten zorgen dat... Maar waarom ga je niet gewoon de kant uit als Amsterdam, en dan kan je Amsterdam natuurlijk internationaal een enorme voortrekkersrol nemen, van legalisering? Waarom niet? Als cocaïne niet legaliseren? Je kunt cocaïne als Amsterdam niet legaliseren. Nee. Nou, je kan heel erg komen, want ik bedoel, wij lopen wat dat betreft qua drugsbeleid, qua liberaal drugsbeleid, achter heel veel plekken in de wereld. Zeker. We lopen maar dat willen jullie ook niet? Nee, wij willen dat softdrugs snel mogelijk gelegaliseerd worden. En ik geloof best dat als wij de meerderheid zouden hebben in de Tweede Kamer, dat het op dag 1 van de formatiebesprekingen geregeld is. Ik vind ook dat je echt veel meer het ecstasygebruik zou moeten decriminaliseren. Dat proberen we in Amsterdam ook wel. Hè? Want onder ons beleid mag je meer pillen meenemen naar een feest. Dan vroeger kan het beter getest worden. Ik denk dat dat allemaal heel verstandig is. Maar uiteindelijk zal het grote geld van drugsbazen... Ik vind het echt een soort gangsterbazen. Een beetje uit... Soort?
Nee, nou maar een soort gangsterbazen uit vroegere Amerikaanse films die zich heel erg op jongeren die denken dat ze geen kans hebben inzetten op schoolverlaters en die met gewoon fast cash proberen te verleiden. En ik vind dat wij als gemeente een vuist moeten maken door de kansen te bieden aan die jongeren. Oké, okay. Nee, maar ik wil nog één ding. Ja, laatste woord. Ja, nee, want kansen zijn daar natuurlijk belangrijk in. Maar ik vind het heel fijn dat je ook zegt, hè, we moeten meer met dat jongerenwerk doen, want de sociale structuur in de stad is op een heleboel plekken gewoon wegbezuinigd. En ook daar vind ik, en dan kun je zeggen, ja, daar heb je de overheid weer. We hebben heel erg een terugtredende overheid gezien. Hebben we echt hele kleine initiatieven die voor buurten en voor mensen heel belangrijk zijn. Zijn ook de afgelopen jaren wegbezuinigd. En als je echt wil dat je weer in die buurten bent, want ik ben dan bij mij in de staatsliedenbuurt. Mwah, was ook wel een dingetje met die schietpartij daar. Zeker. Dat betekent dat je echt dat sociale weefsel in de stad weer moet herstellen. En dat is niet alleen voor deze criminaliteit, maar ook om een heleboel andere redenen is dat denk ik verstandig. En dat is denk ik een hele grote opgave voor deze stad. Dus de afbraak van sociale weefsel is het oorzaak van grote drugsbendes en schietpartijen? Nee, dat zeg ik niet. Nou, okay. Nee, maar als je beter in gemeenschappen bent, als je duidelijker in verbinding staat met een heleboel mensen en een heleboel gemeenschappen, dan kun je daar makkelijker op interveneren. Betekent dat je groot georganiseerde misdaad tegengaat? Nee, natuurlijk niet. Gaan jullie het laatste onderwerp, en dan gaan we hier naar het publiek. Gaan jullie, nou, als er verkiezingen geweest zijn, een van jullie beiden is waarschijnlijk de grootste, ga je dan met elkaar praten om te regeren? Mag ik daar wat over zeggen? Want ik las, maar ik denk dat ik Rutger de kans wil geven dat wat nuanceerder leek dat NRC-artikel het een beetje negatief af te sluiten. En dat is helemaal niet. Nee, dat geloof ik niet. Nee, maar zo las ik niet. Nou, misschien. Ja, nou, oké, maar gaan jullie dan samen regeren? Nee, maar dat is namelijk helemaal niet hoe ik Rutger ken hier. Ik heb het gevoel dat Rutger en ik aan de lat staan om samen een college te formeren. Om de simpele reden, als je met een schuin oog naar de peilingen kijkt, dat het vrij moeilijk is. Om 26? Ja, 25 zetels te pakken zonder beide van onze partijen. Maar er is wel, denk dus ik, jullie zijn tot elkaar veroordeeld, zeg je in feite? Nou, ik denk dat. Dat is positiever dan dat. Nou ja, nee, ik denk dat we het over ik denk dat we het over onmetelijk veel meer dingen eens zijn als een links-progressieve partij en een midden-progressieve partij, dan dat we het over oneens zijn. Maar de keuze voor een college. Klinkt zeer positief. Een keuze voor een college is denk ik wel heel belangrijk. Want één van ons twee wordt de grootste. Dat betekent dat één van ons twee het voortouw mag nemen in de coalitieonderhandelingen. En dan ben ik wel aan Rutger vragen. Kijk, jij zegt de hele tijd, we kijken naar links. We kijken allereerst naar links. Ik geloof dat je dan dat niet betekent dat je allereerst mij in de ogen kijkt als ik je zo beluisterd heb. Maar hoe ga je dat dan organiseren? Is dat met ons samen? Of ga je toch vanuit dat linkspact proberen verder te bouwen? Ik ben daar gewoon heel benieuwd naar. En dan zal ik daarna ook zeggen hoe ik er tegenaan kijk. Ik kijk altijd naar links. Ja, dat is geen verrassing, lijkt me. Nee, kijk, ik denk dat het wat veel belangrijker is. Maar je zei zelf ook dat het niet zo heel waarschijnlijk is dat jullie met die drie linkse partijen aan de meerderheid komen. Volgens mij is het, ja, zeker. Maar volgens mij zijn er verschillende stappen. Kijk, ik zou je niet als een midden-progressieve partij wegzetten, hoor. Je bent gewoon rechts. dat mag, hè? Dat mag. Nee, maar volgens mij is er een hele duidelijke keuze. Als je echt wil dat deze stad verandert, als je echt wil dat we die vergroening aanpakken, als je echt wil dat er dat die stilstand toch een beetje ophoudt. Maar nu even concreet over. Maar is het wel belangrijk wie de grootste wordt? Dat is natuurlijk echt belangrijk. En dan de dag daarna, willen jullie best met elkaar praten om samen te regeren? Nou ja, ik denk dat degene die de grootste is, die heeft het initiatief. En het goede gebruik is dat je dan andere partijen uitnodigt om eens te gewoon komen praten waar je voorkeuren liggen. Ja. En waar die voorkeuren liggen, en het is niet een flauw antwoord, maar je moet natuurlijk wel kijken wat tot, nou, ik zou zeggen, 24 optelt. Maar zijn dat ook combinaties met D66? Ja, natuurlijk. Maar zei je het ook? Ja, natuurlijk. Dus dat zou betekenen dat dan het linkse pact dan wellicht niet kan. Maar zou je ook verder willen bouwen met bijeen en Denk en misschien de nou, kijk, tijd ik denk, voor de ik dieren? Denk, nee, nee. Want dan ik wordt denk het wel dat een soort tutti-frutti kabinet. Ja, ik hou niet zo van tutti-frutti. Nee, maar, dus nee is het dan eigenlijk. Nee, maar kijk, volgens mij is het allemaal niet zo ingewikkeld. Ik denk dat een
een toekomstig college uit vier partijen zal bestaan. Als je gewoon kijkt naar de peilingen. En, en welke zouden dat zijn in jouw... Dat zijn sowieso weinig. Bij jouw voorkeur? Sowieso weinig. Dat lijkt me evident. Het begint bij Rutger. Maar dat kunnen drie linkse partijen en D66 zijn. Daar zijn volgens mij meerdere variaties. Welke andere variatie nog dan deze? Nou, dat kan ook met de VVD en een andere linkse partij. Er zijn verschillende variaties mogelijk. Nogmaals, ik kijk graag naar links. Ik wil dat ook maar gezegd hebben, want je noemt nu Denk. Je weet best dat ik ook over Denk gezegd heb. Dat ik daar niet mee samen ga werken. Omdat ik vind dat de manier waarop ze zowel volksvertegenwoordigers van VVD, SP... als wel mijn volksvertegenwoordigers hebben weggezet, vind ik schandalig. Murat Taymunti, de lijsttrekker hier in Amsterdam. Prima kerel, kan ik het goed mee vinden. Programma is ook wel oké. Okay. Maar de manier waarop zich zij daar uiten, maakt voor mij samenwerking gewoon eigenlijk gewoon geen reële... Dus die sluit je uit? Ja. En dat hebben jullie met Forum voor Democratie ook gedaan, geloof ik. Ja. Denk voor jou een partner? Nou, kijk, ik beoordeel... Dit is vrij categorisch. Ik vind dit verschrikkelijk, hoor. Maar ik beoordeel... Wat vind je verschrikkelijk? Het uitsluiten? Of Nee. Het uitlichten van Turkse Kamerleden. Ik heb me daar tot in... Nederlandse Kamerleden. De Nederlandse Kamerleden met een Turkse achtergrond. Ik heb gewoon gelijk, dat begrijp ik dat je het verschrikkelijk vindt. Maar de consequentie die Rutger uit trek jij niet? Nee, want wij hebben hier ook in Amsterdam gezegd. Wij beoordelen partijen op wat ze in Amsterdam doen of vinden. Mm-hmm. En daar heeft Forum voor Democratie, dat was gewoon nog steeds de nummer 2 op hun kieslijst. Die heeft hier wel verschrikkelijk... Okay, dus die sluit je uit. Maar dit moment is... De lijsttrekker van Denk, Rutger zegt het zelf al, een constructief iemand. Ze hebben op dit moment ons dus ook alleen maar constructief bejegend. Kijk, D66 is een partij die principieel in principe met iedereen kan samenwerken. Ja, maar dat vind ik natuurlijk principieel in principe... Principieel een partij die Maar waar het wat mij betreft gewoon om gaat, willen mensen meewerken aan een nieuw... Dan kun je bij Denk toch niet volhouden? Ik wil er een antwoord op. Ik wil dat bij Denk ook helemaal niet volhouden. Dan ben je het ook tegen. Nee, ik denk dat het... Ik zie niet zo snel een college geformeerd worden. Niet zo snel, maar niet onmogelijk. Nee, waarin wij dat met Denk, want ik zei net al, waarschijnlijk zitten wij er allebei in, dus Rutger wil het niet, dus dan zie ik het ook niet gebeuren. Ik zit maar dan verschuil je achter categorieën. Nee, helemaal niet, want ik zit me er niet op te verheugen. Ik deel ook niet heel veel dingen met hun, maar wij sluiten alleen racisten uit. En op dit moment is dat bij Denk nog niet gepasseerd. Ik wil er wel wat over zeggen. Kijk, ik denk dat ook wel de keuze is als iedereen straks naar de stembus gaat. Kijk, Rutger zal naar links kijken. En jij zal naar rechts kijken? Nou ja, ik zal zeker partijen zoeken die om mij heen staan. Dan in mijn beleving, als wij verlos van dat knetterlinkse kieskompas van GroenLinks, dacht ik altijd, jullie staan redelijk dicht bij ons. Dus jouw voorkeur zou hebben? Nou, als ik met een schuin oog naar de peilingen kijk, dan denk ik aan een combinatie GroenLinks... met de VVD, D66, ik denk wel dat jullie dan Partij nog even... voor de Dieren, Partij voor de Arbeid. Ja, met de VVD moet je volgens mij nog wel even in relatie tegen. Nou ja, hij zei, Erik zei laatst in de Telegraaf dat hij er toch al wel weer zin in had. Dus blijkbaar it comes and it goes. Maar laat ik daar ook gewoon eerlijk in zijn. Want ik vind de kiezer daar recht op heeft. Zoals Rutger zegt, ik kijk allereerst naar links. Kijk ik allereerst naar de partijen die het dichtst bij me staan. En dat is Partij van de Arbeid en de VVD? Partij van de Arbeid, VVD en GroenLinks. Die staan onmetelijk veel dichter bij me dan met drie. Dat is vrij helder. Dat is eigenlijk vrij helder wat jullie allebei zeggen, denk ik. Na wat duwen en trekken is dat vrij helder. Hartelijk dank daarvoor. Maar je moet het wel even uitschuren, Jori. Nee. Dat viel helemaal. Dat viel heel erg mee, absoluut. Nee, ik wil niet suggereren dat het niet mee was. Was dat toch vrij duidelijk? Nee, zeker. Dank ook voor die helderheid en duidelijkheid. Zijn er vragen en opmerkingen uit de zaal? Maar opmerkingen eigenlijk niet. Mag ik nog één ding vragen? Ja, maar ik wil eerst even een vraag hebben. Jij wil nog één vraag zo direct hebben? Ja, ik wil het toch heel graag. Maar de sleepwet hebben. De sleepwet. Daar gaan we nu niet op in. Dan gaan we nu eerst even naar mensen belangrijk. Die iets willen vragen. En Tim komt naar u toe. Ja. Ja, ik ben GroenLinks raadslid in zo'n gemeente waarvan Reinier zegt nog erger, in Lelystad. Ja, ik zou zeggen, niks ten nadele van jou. Ik zou er gewoon niet zo graag Ik zou zeggen, over. Kom een keer langs, dan ik, meer eten. Ik hoop wel een keer vandaan te kunnen vinden. De vraag is... Een vraag aan D66. Het ging aan het begin vooral over werkgelegenheid. Dan denk ik, dat is bij ons een probleem. Maar in Amsterdam volgens mij niet echt. Er komen elke dag 10.000 mensen uit
heinde en verre naar Amsterdam om te werken. Daarom staat die A10 vast, daarom staat die A1 vast, daarom zitten de treinen vol, de metro's vol. Waarom niet eerst de basis op orde voordat je aan de uitbreiding van werkgelegenheid denkt? Want die werkgelegenheid is er wel, hij is alleen niet eerlijk verdeeld. Precies. Dus eerst de infrastructuur en dan weer verder groeien. Nou ja, wij hadden heel graag onze infrastructuur voor een deel met jullie gedeeld. Dat wordt nu een tijdje uitgesteld. Ik hoop zelf nog steeds wel echt dat dat gaat gebeuren. Omdat ik ten diepste, maar ik, nee, goed, je bent raadslid van GroenLinks. Misschien kijk jij daar compleet anders tegenaan dan ik. Ik denk echt dat een vliegveld in Lelystad enorm goed zal zijn. Niet alleen voor de economie daar. Het is goed voor de spreiding van toerisme over Nederland. Maar het is ook heel goed voor Amsterdam. Omdat wij dan ook weer voor een deel kunnen groeien. Omdat ik geloof inderdaad dat de stad dynamiek nodig heeft. En dat stilstand altijd achteruitgang is. My name is Haysam. Hello. I'm one of the undocumented people here in Amsterdam. My question to Mr. Renier. Yeah, thank you. DSK6. In your program, you are saying that no one will be on the street in Amsterdam. Mm-hmm. And in the beginning of April, there is a lot of people will be out from the winter shelter is going to close. And these people will be on the street. And there's three locations from We Are Here group. They are also will be on the street. And by the way, I'm asking in English because I'm not allowed to learn Dutch. This is my question, and you can answer in Dutch also because I have someone to translate to me. Thank okay, you. Okay, well, I don't mind answering in English if you prefer. Sorry? I prefer Dutch. You prefer Dutch, okay. ja, dat voelt heel ongemakkelijk, sorry, maar dan... laat ik daar wat over zeggen. Nee, inderdaad, wij streven net als GroenLinks naar het feit dat er zo min mogelijk mensen op straat slapen. Ik heb altijd, volgens mij moet je dan altijd Femke Roosma een compliment geven. Want als er iemand in deze stad daar een warm voorvechter van is, dan is het Femke. En die hebben, ja, ik bedoel, laten we gewoon eerder wie hier naartoe komt. Maar wij maken daar ja, voor een deel wel andere keuzes in. Ik weet dat Femke, daar is ook altijd heel eerlijk over, gewoon wil dat er een permanente opvang is die voor iedereen toegankelijk is. En wij zeggen ja, wij denken dat het voor het draagvlak bijzonder ingewikkeld is om dat open te stellen. Omdat er ook mensen gebruik van gaan maken die wij liever niet hebben. En dan weet je, het meeste voorbeeld is Polen die hier komen klussen. Ik weet niet of dat helemaal het grote probleem is. Maar uiteindelijk vind ik, en dan maak ik even het bruggetje naar ongedocumenteerden. Ik vind dat iedereen wiens levenswandel zich hierheen leidt, barmhartige opvang moet hebben. Maar ik wil wel zo'n man zijn om dan ook te zeggen, sorry vriend of vriendin, het eindigt wel hier. Want uiteindelijk hebben we met elkaar afgesproken dat je hier niet mag blijven. We geven je 2-3 weken, en daar zit ook denk ik wel een beetje een verschil hoe Rutger en ik de bedbad brood altijd opvrienden. We zitten hier 2-3 weken, land, we gaan met je in gesprek, maar uiteindelijk wil ik dat je zoekt naar een oplossing. Het kan zijn dat je hier mag blijven, dan gaan we je mee helpen, dan gaan we ook zorgen dat je Nederlands leert. Maar het kan ook zijn dat je weg moet en voor het draagvlak van Nederland en ook zeker van Amsterdam, voor al die voorzieningen, zou je dan uiteindelijk weer okay. terug moeten. Ja, en dan wil ik nog één ding... Voor de groep moeten we echt een oplossing vinden. Ik wil nog één ding, want ik wilde... Nee, eens, want ik wilde net... Zullen we gemeentelijk vastgoed ter beschikking stellen? Nou, ik weet helemaal niet of ik daar zo voor ben. Maar jij weet ook dat we een actualiteit of een spoeddebat hebben aangevraagd. Omdat Rutger mij heeft opgebeld. Nou, ik kan me zo voorstellen dat wij daar een hele andere afweging willen maken. Maar gewoon een concrete vraag, want ik denk dat. Ja, nee, maar ik wil dit. Kunnen we bijvoorbeeld de ontruiming die dreigt, hè, dat we die uitstellen tot na de verkiezing? Nou, dat wilde ik zeggen. Jij hebt mij gebeld, je hebt een beroep op mij gedaan. Ja. En die zegt, nou, we zullen zo volgens de peilingen allebei groot zijn. Ik wil hier een punt van maken bij de onderhandelingen. Ik zeg, nou, ik zal daar terughoudend in zijn. Maar als jullie dat bij de onderhandelingstafel willen inbrengen, dan gaan we nu natuurlijk niet ontruimen om het daarna weer terug te plaatsen. Dus aan dat verzoek. De allereerste openbare stukje van de onderhandeling is begonnen. Dank daarvoor. Nog een vraag hier. Ja. Ik houd kort Zini, Kamerlid GroenLinks. Ik heb een vraag aan Reinier van D66. Ja. Mijn vraag aan Reinier is, wat zou Reinier doen als er Kamerleden waren van D66, van Turkse afkomst, die door een politieke partij in de Tweede Kamer, op de Turkse TV, als landverraders wordt aangemerkt, als doelwit worden gemaakt, een hetze tegen ze begint, en de lokale afdeling van diezelfde partij in Amsterdam. Zou je daarmee samenwerken terwijl jouw Kamerleden doelwit zijn? Bedreigd worden vanwege die actie van diezelfde partij? Ik vind dat heel moeilijk in te schatten. Want op dit moment
is het bij ons niet gebeurd. Ik zou op dat moment... Maar laat mij dan ook even uitspreken. Want dan kan ik je vertellen wat ik zou doen. Ik respecteer Rutger dat hij afweging maakt. Zoals ik hoop dat Rutger, maar ook jij mij respecteert... dat ik die afweging hier niet maak. Omdat ik vind dat er ook veel stemmers zijn... die hun vertrouwen stellen in Denk. En ik vind het heel moeilijk om dan van tevoren te zeggen... ondanks dat ik de beslissing respecteer. Daar gaan we onder geen beding mee samenwerken. Terwijl ik ook zie dat er best wel een constructieve houding zit... bij de lokale Denk. Ik weet niet of jij de lijsttrekker wel eens gesproken hebt. Dat moet je ook helemaal zelf weten of je dat wil. Maar ik heb het idee dat Murat Taymunti, net als ik, een strijd voor kansengelijkheid. Bekijk ik het met argusogen? Ja, natuurlijk. Maar op het moment dat het ons zou gebeuren, dan zou ik die Kamerleden bellen en dan zou ik heel eerlijk bij hun zeggen: wat doet dit met jou? En vind jij dat dit voor mij een grond is om hier niet mee verder te gaan? Ik zou die beslissing daar leggen en vervolgens de lijsttrekker. Het gaat mij niet alleen om GroenLinks-Kamerleden, het gaat me ook om SP-Kamerleden. Nee, het gaat over Dylan Jezielkus is gewoon een oud-collega van ons. Dit kan gewoon niet. Ik ben het daar ook mee eens. En als ik dan zie, zal ik ook aan haar vragen wat het doet. Zelfs als ik, volgens mij heb jij me al vertelt wat het met Sini doet. En het raakt mij ook. Ik denk alleen dat het niet mijn plek is om te zeggen... dan werken we er helemaal niet mee samen. D66 werkt alleen niet samen. Maar René, wat is het verschil dan tussen het wel uitsluiten van het Forum voor Democratie... en het niet uitsluiten van... Je zegt, het racisme is daar vastgesteld. Nou, daar was Jana Ramadrasinghe het zelf niet mee eens. Maar goed, dat is misschien maar de vraag of dat zo is. Maar en in dit geval, dit soort oproepen kwamen op mij dan toch... op zijn minst nationalistisch en toch ook wel racistisch over. Ik vind het zeer verwerpelijk. Maar dat begrijp ik. Ik vind dat wel meer partijen... niet misschien op deze schaal, maar dingen doen waar ik zeer van schrik. Ik vind alleen dat je in een democratisch bestel uitsluiten echt het allerzwaarste middel is. En ik heb Forum voor Democratie uitgesloten, omdat ik zeg... ik ga straks niet opeens met Annabel Nanninga en Jernas... nou, Jernas dan nu Ramatausing, die is dan nu weg... ga ik straks niet aan een coalitieonderhandeling zitten. Maar het gaat niet om het allerzwaarste middel. Het gaat erom of je uiteindelijk vindt dat je moet kiezen... voor mensen die het gezamenlijk willen doen. En je kunt dat toch niet volhouden... Wil je daar tegen uitspreken? Ja, in de zwaarste bewoordingen. Ik vind het verschrikkelijk voor jou. Ik vind het verschrikkelijk... dat het gebeurd is. Iedereen die daarvoor verantwoordelijk is, moeten we zeer zwaar bestrijden. Als het hier in Amsterdam ooit zal gebeuren, met wie dan ook raadsleden met een Turks-Nederlandse achtergrond, zal je mij ook enorm veel horen als jij vindt dat ik me erin... Doe ik dat ook. Maar ik beoordeel Denk in Amsterdam op de uitspraken van Denk in Amsterdam. Op dit moment is zo'n filmpje er niet. Op dit moment is de lijsttrekker vrij constructief. En dan is het aan jullie om een andere afweging te maken. Die veroordeel ik ook niet. Maar ik vraag jullie om dan mijn afweging ook niet te veroordelen. Dank je wel. Goedenavond. Ik hoor dat jullie allebei zeggen dat er te weinig sociale of middelhuurwoningen zijn. Waarom gebruiken jullie als enige criterium in het hele gesprek de inkomsten? En niet bijvoorbeeld ook welk beroep iemand heeft. Als er te weinig politie is, als er te weinig verzorgers, leraren, om die op een bepaalde manier voor te trekken. Nou, het ingewikkelde is, goed punt. Dat krijg je ook een beetje, wij zijn allebei nogal maf van wonen, want... Rutger werkt erin en ik eigenlijk zo goed als ook. Maar nu even concreet op die vraag. Dat ga ik zeggen. Dus wij roepen af en toe inkomenseisen. Dat komt omdat dat de wet is. Je mag er gewoon niet in huren. We hebben wel met GroenLinks opgetrokken om voorrang te organiseren voor bijvoorbeeld leraren. Er zijn nu de eerste 100 woningen die gebouwd worden voor leraren. Waar je met voorrang als startende leraar in kan. En ik vind... Nog vrij weinig, hè? 100 woningen. Daar zit ook de beperking. Wat Reinier zegt klopt. We willen vooral omdat het leraartekort in Amsterdam natuurlijk echt enorm is, kijken of we voor leraren wat kunnen doen. Maar dat gaat gewoon over een heel beperkt aantal woningen. Zou dat meer moeten zijn? Ja, maar ik denk dat je uiteindelijk moet kijken naar het inkomen van leraren. Volgens mij gaan we ook onderzoeken hoe we daar in Amsterdam nog wat aan kunnen doen. Omdat het probleem is, als je het bij leraren doet.
zul je uiteindelijk ook bij politieagenten en ook bij verpleegsters. En dat houdt niet op. Dus tramconducteurs, buschauffeurs. Nou ja, dat is het ingewikkelde eraan. En voor leraren is er een acuut probleem. Maar daarom moeten we volgens mij ook samen optrekken met bijvoorbeeld PO in actie. Om dat structurele... Ze zijn het heel concreet meteen met u eens. Dat is nou het resultaat. Ja, maar dit is ook echt iets waar we Abe Wiergman samen in opgetrokken. Kijk, ik vind jammer dat je zegt 100 woningen maar. Maar ja, het is ik vind niet zo heel veel klinken als je weet hoeveel leraren er zijn. Ik zei, we hebben nu al 100 woningen. Dat begrijp ik je absoluut meteen. Maar als intentie is dat het meer moet worden, is het al... Nee, zeker. Maar dat wilde ik ook zeggen. En toen trok jij de wenkbrauwen op. Dus ik... Kijk, we zijn nu begonnen met 100 woningen. Wat wij willen is dat er in ieder geval in middenhuurwoningen een uitgebreide voorrangsregeling komt voor dit soort maatschappelijke beroepen. En dan denk ik, maar niet uitsluitend aan leraren, verpleegkundigen, politieagenten, omdat we gewoon zien dat die nu in heel veel gevallen door de woningmarkt buiten de stad worden geduwd. Voor nachtverplegers, maar ook voor politieagenten. Geeft dat qua vervoer ook nog grote problemen. Want ja, als je om 4 uur 's nachts thuis bent, kan misschien met de taxi, maar je kan zeker niet met de bus of de metro. Mijn vraag is waar dan de grens ligt. Nou, volgens mij moet je vooral zorgen voor betaalbare woningen. Ik vind ook dat je voor betaalbaar, maar ik wil er nog één komma zeggen, dan mag jij vragen waar de grens zit. Ik vind namelijk dat als je als overheid ingrijpt op de woningmarkt en je reguleert een heel groot deel van de woningmarkt, dat je dan ook als gemeente en als gemeenschap met elkaar mag zeggen, nou dan vinden we het belangrijk dat deze beroepen daar in ieder geval een plekje in hebben. Oké. Okay. Maar de vraag is waar dat ophoudt. Zeker omdat je ziet dat het grote probleem in deze stad is natuurlijk gewoon betaalbaarheid. Dus je zult uiteindelijk gewoon moeten zorgen voor voldoende betaalbare woningen. Want je zegt, de huur is niet zo gestegen. Mwah, dat is volgens mij behoorlijk gestegen in Amsterdam. Dus betaalbaarheid is het kernpunt. Wel eerder in het debat. Maar het kernpunt in deze stad is te weinig betaalbare woningen. En die hou je alleen betaalbaar als je als overheid daar iets over te zeggen hebt. Okay. En dat is dus wat mij betreft de belangrijkste opgave. Tim, hier is nog een vraag daar. Ja. Goedenavond, Hans Mol. Woon ook in Amsterdam. Ik heb veel Amsterdammers ook een auto. We hebben het veel over vliegtuigen, et cetera. Maar ik heb mijn auto nodig voor mijn werk. Mm-hmm. En ik denk heel veel Amsterdammers. En ik heb begrepen dat GroenLinks weer eigenlijk de binnenring eigenlijk alle auto's de stad uit wil hebben. Maar hoe ga je dat voor elkaar krijgen en hoe krijg ik dan nog een baan? Want daar maak ik me nou wel even zorgen om. Ja. Dan kan ik zeker niet meer in Amsterdam wonen. Nou, binnen de ring is een goed idee, maar dat duurt nog wel een tijdje. Dat is te ambitieus. Dat is niet wat wij zeggen. Wij vinden, en dat is volgens mij wat je heel duidelijk ook ziet. Wij vinden dat grote delen van de binnenstad autovrij moeten. Dat de binnenstad uiteindelijk autovrij moet. En gelukkig vinden een groot deel van de ondernemers in de binnenstad dat ook. Ik vind het persoonlijk bizar dat je nog steeds vanaf de ring tot aan het monument op de Dam kunt rijden. En sterker nog, we hebben gewoon een file omdat er een parkeergarage onder de Bijenkorf zit. Als je de leefbaarheid van de stad wil vergroten, als je de gezondheid van heel veel inwoners van de stad wil vergroten, betekent het dat grote delen van de binnenstad autovrij moeten. Dat we de openbare ruimte daar moeten vergroten. En dat we dus ook daarmee de binnenstad kunnen vergroenen. Moet je dan uitzonderingen maken? Dit begrijpt meneer op zich natuurlijk theoretisch ook. Hij heeft een concreet probleem. Hij heeft zijn auto nodig voor zijn werk. Die meneer zegt binnen de ring. En dat is dus niet waar. Onze plannen gaan over de binnenstad. Maar ik vind dat je wel degelijk moet kijken naar hoe mobiliteit in deze stad verandert. Maar die theorie is natuurlijk, ik denk dat we allemaal wel vinden dat de luchtkwaliteit in de stad omhoog moet. Maar als je nou je auto nodig hebt voor je werk en je woont op een plek waar jij vindt dat die, mm-hmm. Moet die dan verhuizen of moet die dan geen auto? Nee, ik vind dat het helemaal niet. Je kunt volgens mij heel goed, zoals nu ook al best gebeurt, op bepaalde punten. Ik vind inderdaad dat we van het recht dat je voor je deur mag parkeren af moeten. Ik vind het niet meer van deze tijd. En als ik kijk naar hoe autobezit voorkomt. Ja, maar als je kijkt naar hoe autobezit daalt sterk. En ik vind dat nog steeds mensen best in de buurt van hun huis kunnen parkeren. In woonwijken zoals waar ik woon, die niet in het binnenstad zijn, kan dat ook gewoon. Dus dat is volgens mij helemaal niet zo'n probleem. Maar ik zou het wel willen stimuleren dat we het autovervoer terugdringen in de stad. Juist autovervoer bijvoorbeeld tegen een misschien wel wat lager tarief aan de rand van de stad neerzetten. Waar je inderdaad dan bijvoorbeeld op je fiets 10 minuten fietst om je auto te pakken. En dan gaat of met fijnmazig openbaar vervoer, en daar begint het dan natuurlijk mee, naar een plek gaat waar je auto staat. Omdat ik denk dat de dominantie van de auto in deze stad nu veel te groot is en moet stoppen. Manier? Ja, volgens mij zijn wij er
allemaal over eens dat de hoogtijdagen van de auto voorbij zijn. Maar jullie hebben natuurlijk heel prominent in dat verkiezingsprogramma gezet. We willen een autovrije binnenstad. En volgens mij zijn we de afgelopen debatten wel tot de conclusie gekomen dat het eigenlijk ook een autoluwe binnenstad wordt. Nee, hoor. Dan wordt het toch autovrij. Dat betekent niet de karikatuur die jij er dan van maakt, de hulpdiensten nee, niet dat in was, zouden dat mogen. Was een VVD'er. Dat zou ik nooit zeggen, want ik dacht, daar zou jij soms ook wel over na hebben gedacht. Zo maar radicaal zijn we nu ook niet, hè? Nou, je zei radicaal, maar zo. Inderdaad, maar dat betekent natuurlijk wel dat ondernemers moeten op een manier geleverd worden. Maar waar ik me ook grote zorgen om maak, zijn mensen die in de stad wonen. En jij woont dan misschien niet in de binnenstad, maar in de rand daaromheen. Maar er zijn ook heel veel mensen die in de binnenstad wonen. We willen die binnenstad leefbaar houden. We vinden ook echt dat daar bewoners moeten blijven. Ja, dan vind ik ook dat die bewoners moeten kunnen parkeren bij hun in de buurt. En als jij dan schrijft, we gaan 10.000 parkeerplekken. Dat is 2 op de 3 parkeerplekken in het hele centrum. Nu nee, oplossen. Maar er staat 10.000 parkeerplaatsen opheffen in de stad. Er staat geen binnenstad. Nou, moet je goed citeren. Volgens mij echt binnenstad. Nee. Dan moet je goed citeren, want er staat in de stad. Ja, ik vind dat we de openbare ruimte radicaal moeten groenen. Maar wat gaan we dan met die auto's doen? Want je kan er moeilijk aan de boom hangen. Nou, als je gewoon kijkt, zie je dat heel veel auto's in deze stad gewoon stilstaan. Zeker als het een keer sneeuwt en je fietst over de gracht. Ja, zie als je dat sneeuwt, dan gaat niemand rijden. Dat nee, daar gaat het niet om. Je ziet gewoon dat auto's heel vaak stilstaan. Dat weet je zelf ook. Heel veel auto's staan vaak stil. En ik denk echt dat als we de luchtkwaliteit willen verbeteren, als we de kwaliteit van de openbare ruimte willen verbeteren, dan betekent het dat we auto's een minder prominente plek in deze stad moeten geven. Okay. En ik denk dus dat dat uiteindelijk alleen maar kan door het aantal parkeerplekken op te heffen. Maar stuur rond langzaam de balans zoeken. Dit is sturen. Ja, hier zijn de cirkels bijna geen botte bijl. Want dat besturen en bijsturen, ik geloof dat we de laatste vraag gehad hebben, want het is ook bijna... Gaan we het niet meer over de sleepwet hebben? Nee, we gaan niet meer over de sleepwet hebben. Nee. Stem tegen! Er is wel... Ga jij voorstemmen? Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik me er nog in de antiterreurwet moet verdiepen. Maar er is een hele goede kans wat dat ik wet? Daar... De antiterreurwet, de ja. Ik vond dat, jij noemt het, jij begint met een frame, ik begin met een frame. Volgens mij heet die allemaal de wet op de inlichtingen en veiligheidsdienst. Waarvan dit kabinet heeft gezegd, het mag niet, het kan niet en het zal niet ooit een sleepnet worden. Dan denk, ik dat, we nu in, dat denk ik dat we nu in een tijd leven die veranderd is. We zijn de blikjestelefoon gepasseerd. Nee, maar ondertussen ook veranderd is dat je in een coalitie zit. Ik vind dat we de inlichtingendiensten, de maatregelen, maar ook echt de daadkracht moeten geven om ons land veilig te houden. En daarom zal ik denk ik met liefde voorstemmen. Oké, dat is een mooi verschil hier. Ja, mooi verschil. Toch goed dat we het even benoemd hebben. Als allerlaatste, Rutger. Ja, heb je gezegd, nog even, heb je, jij zei, ja kijk, wij sluiten denk dan wel uit. Ja. Nam Reinier een heel ander standpunt in dan jij. Nou, niet eens heel ander, maar een ander standpunt in dan jij. Hij trok geen consequentie uit. Maar aan de andere kant, en dat moet er dan toch even tegeningebracht worden, jij demonstreert wel mee met organisaties die bijvoorbeeld mensen bedreigen. En met, welke organisatie dan? Nou, de organisaties die meedoen aan de antiracisme demonstratie. Noem maar eens één dan. Nou, er zijn een aantal organisaties die toch wel heel duidelijk niet wars zijn van geweld. Wie dan? De Antifa. De Antifa Friesland heeft inderdaad gezegd dat zij meelopen. Dat klopt. En ja, de vraag is of je voor zo'n belangrijk onderwerp, als er dus altijd dan maar één iemand is die het je misschien niet aanstaat, of je dan dus moet zeggen, ja, dan doe ik met een demonstratie waar wij al jaren aan meedoen. Mm-hmm. Een demonstratie in deze stad tegen racisme, tegen overdraagzaamheid, iets wat toeneemt in deze stad. Moet ik dan niet meedoen bij zo'n belangrijk moment waar ik elk jaar aan meedoe, omdat er 1 of 2 antifa's bij zijn? Come on. Die geweld niet afvinden. Het gaat erom, ik vind dat je echt, want ik weet dat je, jij en ook andere mensen mij hier graag de maat op nemen. En dat mag. Dat staat je helemaal vrij. Ik stel je gewoon een vraag. Nee, maar Jori, ik weet hoe je erin staat. Laten we er ook niet kinderachtig over doen. Ik weet precies hoe je erover denkt. Ik vind echt dat ik geen knip voor de neus waard ben als GroenLinks. Als partij die antiracisme altijd hoog in het vaandel heeft gehad. Als ik me weg laat jagen door een paar van die mensen. Ik vind me echt geen knip voor de neus waard. En je weet, ik zal nooit geweld gebruiken. Als ik het zou zien, zou ik ingrijpen. Maar ik vind dat ik het recht heb om te demonstreren. En ik laat mijn demonstratierecht, zeker op een onderwerp als antiracisme, echt niet afpakken door een stel idioten.
ondanks dat je schouder aan schouder met Smeloopt. Ik loop schouder aan schouder met migrantenorganisaties en bondgenoten die deze stad veiliger houden. Zoals ik ook met sommige van deze mensen schouder aan schouder tegen Pegida demonstreerde. Waar Erik van den Burg bijvoorbeeld ook bij was. Niet dat dat ertoe doet, maar dat je ook op een demonstratie bent waar meerdere mensen zijn. Waar mogelijk mensen zijn die niet hetzelfde zijn. Is dat nou echt... Vind je nou echt dat... Ik zeg niet wat ik vind, ik vraag wat jij doet. Nee, je zegt, je staat schouder aan schouder met Antifa. Dat is wat je me hier voor de voeten werkt. Ja, dat vraag ik aan je. Dat vind je dus en ik vind niet dat ik schouder aan schouder met ze sta. Er zijn allerlei mensen. Dit is een hele brede maatschappelijke coalitie. En ik vind echt, omdat er dan een paar van die mensen zijn die ideeën hebben die ik niet waardeer. Actiemiddelen die ik misschien wel verafschuw. Ik vind echt dat je echt vindt dat ik daar dan onderuit zou moeten. Ik zou mezelf... laf en geen knip voor de neus waard vinden. Maar dat manifest is wel aangepast, toch? Wat zei je? Dat manifest is wel uiteindelijk aangepast, toch? Nou ja, maar ik vond dat manifest dat was ongelukkig nou, geformuleerd. Okay. Ik bedoel, dat betekent ook dat het denken niet stilstaat, denk ik. Dat is volgens mij goed. Doe je trouwens mee? Nou, ik was het niet van plan, omdat ik mijn keuze daar een andere maak. Maar we hebben geen debat, dus kom op. Nee, maar ik bestrijd racisme. Ik vind dat je woorden met woorden moet bestrijden. Ik ben er geen partij naar om te demonstreren met inderdaad groepen van wie ik wel degelijk mijn wenkbrauwen groot optrek. Ik vond dat hele manifest, kijk, daarna was het voor mij klaar. Dus je mag niet demonstreren. Nee, maar dat zeg ik helemaal niet. Rutger, je mag van mij doen wat je wil. Ik ben je er hier ook niet op aan het aanvallen. Maar je vroeg het mij eens, dan denk ik dan leg ik het uit. Ik zeg alleen voor D66 viel een beetje de bal toen dat manifest was. Geen racisten inderdaad. Dan denk ik, we leven in een land waarin Amsterdammers straks een keuze mogen maken. Ik zal er alles aan doen dat die keuze niet op Forum voor Democratie gaat vallen. Maar ik vind het wel erg ingewikkeld om een manifest te ondertekenen. Dat ze überhaupt niet de gemeenteraad in mogen. Dus daarom deden wij niet. Nee, maar het gaat niet om de gemeenteraad in mogen. Ik vind dat racisten elk recht hebben om te demonstreren. Ik heb het recht van Pegida ook verdedigd. Ik vind dat racisten elk recht hebben als ze gekozen worden om in de gemeenteraad te komen. Maar als het aan mij ligt, heb ik liever 22 maart geen racist in de gemeenteraad. Ja, maar dat heb ik. Ik zeg precies hetzelfde. Alleen ik hoef er geen optocht voor te lopen. Goed, ik wil jullie een volstrekt legitiem democratisch middel. Het volstrekt legitiem dat ik niet meedoe. Nee, dat is absoluut waar. Hartelijk dank. Het volstrekt legitiem democratisch middel om met elkaar te debatteren. Ik dank jullie daar ook heel hartelijk voor. Leuk, jullie. Hartelijk dank voor de komst, voor de 2 uur durende. Krijg hem nou een biertje van Bali. Huh? Zeker, ja. Sleepwet, ik zou gaan. Hartelijk dank voor de aanwezigheid en voor de komst. Er zijn inderdaad nog andere dingen ook. En eigenlijk denk ik dat we kunnen constateren dat het ongelooflijk goed gaat met Amsterdam. Als er partijen zijn die zoveel verschillen en zoveel overeenkomsten hebben. En misschien zelfs wel samen de onderhandelingen werden geopend. De stad gaan besturen. Dus het lijkt me een prachtige avond. Hartelijk dank. Heel leuk. Dank je.